mensen die thuis eventueel volgen. Sprekers aan de zijde van de experts en Kamerleden. Welkom bij het ronde tafelgesprek onderwijs, huisvesting en ventilatie van de vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap. Ik mag het vandaag voorzitten. Mijn naam is René Peters. Ik zit er ook namens het CDA. En aan deze kant mevrouw Hagen, namens D66, mevrouw Paul van de VVD en mevrouw Westerveld van GroenLinks. En er komt nog in ieder geval meneer Van Menen ook, maar die komt wat later. Het is een dag voor het reces een vrij hectische week, waarin er veel dingen gebeuren. Veel laatste minuut, twee minuten debatten, mensen die in en uitrennen. Ik hoop dat het zal aan de kwaliteit hier zeker niet liggen. Ook niet aan de inzet aan de zijde van de Kamer, maar... We hebben vandaag twee blokken. Een blok van 2 tot 3:15 met schoolbestuur, gemeente en lerarenvertegenwoordiging. Met de heer Ewald van Vliet, mevrouw Chantal Broekhuis, mevrouw Bos, Roelie Bos, Eelco Ehrenburg en Tamar van Gelder via de... Ehrenberg. Oh, dat staat hier niet goed, maar dan is het wel zo. Via de, zult maar Zoom noemen, dat denk ik hier anders, maar via de videoverbinding. Ik stel voor, we zijn maar met een redelijk beperkt groepje, dat u... Ik geef u maar als eerste het woord, dat we even rondgaan en dan de zijde van de Kamer vragen. Die verzamelen we en dan wijs ik wel iemand van jullie aan als spelverdeler die dan kan zeggen wie ze gaat beantwoorden. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal een korte introductie houden aan de hand ook van de vragen die op voorhand door deze commissie zijn aangeleverd. En ik vervlecht daar een aantal zaken omdat veel zaken samenhangen op dit dossier. Het onderwijs heeft een aantal vraagstukken. U weet, het grootste vraagstuk is het lerarentekort. Maar het ene grootste vraagstuk is de onderwijshuisvesting. En al vele jaren in het funderend onderwijs. Dat kent een aantal oorzaken, maar heeft inmiddels geleid tot een situatie waarbij de afgelopen jaren een toenemende mate van een verouderd scholenbestand is ontstaan. Waarbij je normaal gesproken om de 40 jaar een nieuw schoolgebouw in Nederland zou moeten realiseren, of in ieder geval zou moeten renoveren, is dat in Nederland inmiddels opgeschoven tot 1 keer in de 69 jaar. Dat is nogal wat. En dat heeft allerlei verschillende oorzaken. De minister noemde het recentelijk in een werkbezoek aan een van onze scholen zelfs een wicked problem. En dat is het ook. Maar ook een wicked problem moet uiteindelijk worden opgelost. Wat is er in Nederland aan de hand? Heel veel van de Nederlandse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn simpelweg verouderd. Ze zijn gebouwd onder een oud bouwbesluit, onder oude regels en voldoen niet aan de huidige inzichten voor een veilig en goed schoolklimaat. Dat geldt ook voor het binnenklimaat. Dat hangt met elkaar samen. 2. Door de onheldere rolverdeling tussen Rijk, gemeente en schoolbesturen zie je dat procedures te lang duren en dat verantwoordelijkheden niet helder worden gepercipieerd. En dat geeft allerlei uitvoeringsproblemen. 3. Dat is een marktontwikkeling. Daar kan niemand wat aan doen, maar is wel een gegeven. We zien in de huidige marktontwikkelingen sterk stijgende prijzen en problemen met de levering van materialen. 4. Er is eigenlijk geen heldere normstelling in Nederland op heel veel onderdelen. Gemeenten gaan er verschillend mee om. Sommige gemeenten bouwen voor feitelijke kostprijs. Andere hanteren normbedragen via de VNG. En weer andere gemeenten kunnen helemaal niet aan hun opgave voldoen. Simpelweg omdat ze de financiële middelen niet in voldoende mate hebben. Is dat een mening? Nee, het is meermaals objectief vastgesteld. In het IBO-rapport wordt hier een helder beeld over geschetst. En ook McKinsey heeft eerder becijferd dat er een groot financieel tekort is om de noodzakelijke maatregelen te doen om de verouderde voorraad bij te werken. Wat moet er dan gebeuren om uiteindelijk dit vraagstuk op te lossen? Want uiteindelijk zitten we denk ik daarvoor aan tafel. Een heldere rolverdeling tussen Rijk, gemeente en de schoolbesturen. 2. Toereikende financiële middelen om ervoor te zorgen dat de verouderde voorraad kan worden bijgewerkt, maar ook dat de nieuwbouw weer daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. En 3. Ervoor zorgen dat de normen die nu gelden voor de scholen die nu gebouwd zijn ook op een ordentelijke manier in een goed programma worden verwerkt om de oude voorraad ook te laten voldoen aan wat we tegenwoordig belangrijke randvoorwaarden vinden van goed onderwijs. De vraag vanuit de commissie was, hoe wordt het IBO-rapport beoordeeld? In het IBO-rapport staan ontzettend veel belangrijke randvoorwaarden om te kunnen voldoen
aan het beentje bijtrekken van de enorme achterstand die in het Nederlandse vastgoed voor het funderend onderwijs is ontstaan. Maar er zitten ook zorgpunten in. Als wij eerst jaren bezig gaan om de totale voorraad van ruim 9000 schoolgebouwen in het funderend onderwijs in beeld te brengen, dan gaat er kostbare tijd verloren. Wij moeten ons dus vooral focussen op die gebouwen waar volstrekt helder is dat ze niet voldoen aan de huidige wet en regelgeving, daar alvast mee beginnen en parallel daaraan werken aan een meer permanente oplossing. Voorzitter, ik weet dat de sprekers naast mij nog veel meer punten gaan toevoegen en ik ben graag bereid straks in de vragenronde al uw vragen te beantwoorden vanuit de onderwijspraktijk. Dat is een handige truc die mij leert, zo ga ik voortaan ook interrupties uitlokken. Heel goed. Mevrouw Broekhuis, aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank voor uw persoonlijke uitnodiging en ook de gelegenheid om een bijdrage te leveren hier aan goede onderwijshuisvesting voor kinderen in Nederland. Een onderwerp wat mij in ieder geval heel erg aan mijn hart gaat. Mijn naam is Chantal Broekhuis. Ik was hoofd onderwijshuisvesting van het grootste schoolbestuur in de regio Utrecht. En ik was wethouder onderwijs voor de Utrechtse Heuvelrug. En ik zeg was, want het is 25 mei beëindigd. Maar ik mocht hier wel naartoe komen op persoonlijke uitnodiging. Dus waarvoor dank. En daarmee heb ik ook een unieke ervaring als het gaat om onderwijshuisvesting. En die deel ik ook graag met u. Weet u, onderwijshuisvesting is een strategisch goed. En ook al komt het stapelen van stenen u wellicht wat uitvoerend over. Ja, je kunt ook leren onder een boom. Dat is helemaal waar. Maar vele onderzoeken tonen aan dat goede onderwijshuisvesting echt een bijdrage levert aan goed onderwijs. Het is een belangrijk vliegwiel voor onderwijsvernieuwing. Voor passend onderwijs, de samenwerking met jeugdzorg en voor maatschappelijke voorzieningen en kansengelijkheid in de buurt, zoals de bibliotheek, de VVE of een oude kindlokaal. En niet te vergeten voor technologische ontwikkeling, zoals digitaal onderwijs en ook duurzaam en circulair bouwen. De bouw van een schoolgebouw begint namelijk met een toekomstgerichte visie op onderwijs. Het gemiddelde schoolgebouw in Nederland is in de wederopbouw na de oorlog gebouwd en staat zo'n 60 jaar. Meer dan de helft van de scholen zijn dus nog gehuisvest in schoolgebouwen gebouwd op basis van bouweisen uit die tijd. Ondertussen is er veel veranderd. De visie op onderwijs en wet en regelgeving en ook technische eisen. De ventilatieopgave laat dat laatste heel goed zien. Schoolgebouwen gebouwd in de wederopbouw na de oorlog hebben alleen natuurlijke ventilatie en zijn ongeïsoleerd om over de digitale technologie nog maar niet te spreken. Gebouwen hierop aanpassen is geen sinecure. Toekomstgericht onderwijs vraagt om toekomstgerichte schoolgebouwen. Met een diversiteit aan ruimte geschikt voor passend onderwijs, voor samenwerking met kinderopvang, de bibliotheek en de wijkteams. En niet op de minste plaats met goede werkvoorzieningen voor leerkrachten. Daar pleiten ook de onderwijsinspectie voor en ook de NPO-adviseurs, heeft u kunnen lezen in de stukken die u heeft gekregen. Veel scholen wachten al lang op renovatie of nieuwbouw. De voorbereiding en besluitvorming tot de bouw van een school duurt hierdoor in de regel, schrik niet, 6 tot 10 jaar. En dan heb ik het alleen maar over de voorbereiding van besluitvorming. En dan moet de school daarna nog gebouwd worden. Door de jaren heen heb ik grote stapels onderzoeksrapporten verzameld over hoe het anders en beter georganiseerd kan worden. Onderzoeken waar ik al dan niet zelf aan meegewerkt heb. Zoals het Frisse Scholenonderzoek van de Rijksbouwmeester, het voorliggende interdepartementale onderzoek, beleidsonderzoek, onderwijshuisvesting, waar ik ook aan mee heb mogen werken. De uitkomsten zijn eenduidig. Alle goed bedoelde overhevelingen door decentralisaties, hulpprogramma's en subsidies daarop volgen ten spijt. De essentie van het probleem is nog niet opgelost. De structurele bekostiging van onderwijshuisvesting is ontoereikend. De regelgeving is te complex. Gesplitst eigendom van vastgoed komt eigenlijk alleen maar voor, schrik niet, in de criminele vastgoedwereld. Graag deel ik met u echte oplossingen waar durf en lef voor nodig is. Maar wel oplossingsrichtingen die tot echte oplossingsrichtingen rijden. Knaken bij de taken leggen. Alle subsidies en hulpprogramma's verzamelen en het gemeentefonds en de materiële instandhouding van schoolbesturen structureel ophogen in lijn van reële kostprijzen. Of anders, een landelijk transformatieprogramma inrichten met een impulsfonds voor onderwijskundige vernieuwing van naoorlogse schoolgebouwen.
En zo al lerende verbeteringen doorvoeren in de regelgeving. In lijn van initiatieven daartoe vanuit de sector. Ruimte OK, InvestNL, Bouwstenen voor Sociaal, de samenwerkende partners PO en VO-raad en de VNG. Een mooie publiek-private samenwerking, zoals in België is opgezet, Scholen voor Morgen. Leg ook uw steen voor toekomstgerichte duurzame schoolgebouwen als onderdeel van de interbestuurlijke samenwerking. Hij is complex, maar het is wel nodig. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Bos, die is wethouder in Almere, onderwijs ook. Oh, vandaar de verwijzing naar René Peter, zie ik nu. Dank u wel. Ja, dat is iemand anders. Aan u het woord. Dat is mijn zeer gewaardeerde voorganger. Toen u zich voorstelde, was dat wel grappig. Ik heb mijn ontslag ingediend vorige week. Als u het nieuws een beetje gevolgd hebt, dan weet u iets van de situatie. Maar volgende week hoop ik weer opnieuw geïnstalleerd te worden. Dus dat zijn altijd hele spannende tijden. Met opnieuw weer onderwijs. Dus ik voel me volledig vrij om daar toch een woordje aan bij te dragen. Dank u wel voor de uitnodiging. Almere is een bijzondere stad. Een jonge stad. En toch hebben wij ook te maken met een hele grote vervangingsopgave. En daardoor hebben wij vorig jaar een IHP, Integraal Huisvestingsplan, opgesteld. Een zeer uitgebreid plan. En we hebben er ook een financiële vertaalslag bij gemaakt. Ik kom er zo meteen op. Ga ik me nu mijn tekst voorlezen. De belangrijkste conclusie van het IBO-rapport is het tempo dat het tempo waarin we de verouderde voorraad gaan vervangen te laag is. En dit betekent dat veel leerlingen en ook docenten nog veel te lang te maken hebben met een slecht binnenklimaat en functioneel gedateerde gebouwen. Dit is slecht voor leerprestaties en de aantrekkelijkheid van de werkomgeving. Het lerarentekort is net al even aangehaakt. Almere heeft percentueel het hoogste tekort aan leraren van heel Nederland. Zonder extra structurele financiële middelen komen we niet van de verouderde voorraad af. En de situatie in Almere is een goede illustratie. We hebben berekend in ons recente opgestelde IHP dat het voor Almere zo'n 640 miljoen gaat kosten om verouderde gebouwen te vervangen. Dat is dan voor één stad alleen al. Als jonge stad is Almere recent begonnen met de vernieuwing van haar oude schoolgebouwen. En de eerste ervaringen leren ons daarbij dat renovatie weinig zin heeft. Want de resultaten qua duurzaamheid zullen altijd suboptimaal blijven. We verwachten daarom dat we bij vernieuwing in veel gevallen, of eigenlijk alle gevallen, zullen moeten kiezen voor vervangende nieuwbouw. Als we de kosten van de vernieuwingsopgave optellen bij de opgave voor het gebouwen van nieuwe scholen in nieuwe stadsdelen, en in Almere gaan nog heel veel huizen erbij gebouwd worden, dan spreken we over een totale financiële opgave van zo'n 800 miljoen. En we weten nu al dat de gemeente Almere met de middelen die ze van het Rijk krijgt voor onderwijshuisvesting lang niet uit gaat komen om te voldoen aan haar wettelijke plicht voor het zorgen van adequate schoolgebouwen. Dit betekent dat we dus ofwel suboptimaal gaan kiezen voor het gebied van onderwijshuisvesting, dan wel dat we wel gaan vernieuwen ten koste van andere belangrijke beleidsterreinen. Ik noem maar armoedebestrijding, jeugdhulp, openbare ruimte, werkgelegenheid en zo kan ik nog wel even doorgaan. We doen daarop een oproep aan het Rijk om meer financiële middelen voor onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen. Het IBO-rapport spreekt concreet over een bedrag van zo'n 730 miljoen op jaarbasis. En ik denk dat de teller omhoog gaat als ik kijk naar hoe duur nu al de verbouwing van mijn eigen huis is. Terecht stelt het rapport dat dus zonder die extra financiële middelen het geen zin heeft om te praten over verbetering van het stelsel van onderwijshuisvesting. Ten slotte, de boodschap van Almere aan de Tweede Kamer komt er in de kern op neer. Stel ons in staat om een stad te zijn met goede onderwijsvoorzieningen voor onze kinderen en jongeren. We snappen de terughoudende reactie van de minister eind vorig jaar op het IBO-rapport in de demissionaire periode. Maar we hopen echt dat aan het eind van dit jaar er spijkers met koppen geslagen zullen gaan worden, om het maar even onparlementair te zeggen. Dank u wel. Dank u wel. En dan is het woord aan de heer Eelco Ehrenberg van de VNG. Ja, voorzitter, dank. Hartelijk dank voor de uitnodiging. In het dagelijks leven mag ik wethouder onderwijs in Utrecht zijn, maar ik zit hier namens de VNG, waar ik commissievoorzitter ben van de commissie die zich met dit onderwerp bezighoudt. Ja, voorzitter, we spreken de laatste tijd veel over wat is eigenlijk goed onderwijs? En moeten we niet terug naar een aantal basiswaarden in het onderwijs? En veel mensen horen dan dat het gaat over taal of rekenen, maar wij horen dat de echte basis misschien wel nog daarvoor ligt. Gewoon
goede schoolgebouwen. En als we terugkijken in de tijd, door de jaren heen, dan zien we eigenlijk dat we steeds meer van onze schoolgebouwen en steeds meer van het onderwijs ook zijn gaan vragen. We willen dat scholen plekken zijn waar iedereen, ongeacht handicap, welkom is, ongeacht beperking. We willen dat kinderen gezond opgroeien, met voldoende beweging en in een gezonde leeromgeving. Frisse lucht viel al even. We willen dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen. En als het even kan, met al hun vriendjes en vriendinnetjes uit die buurt. Ongeacht wat dat betekent voor de scholen. En terecht met het klimaatakkoord willen we samen werk maken van duurzame scholen. Gebouwen die letterlijk de toekomst uitstralen. We willen brede scholen. We willen rijke scholen. En we willen integrale kindcentra. En voorzitter, dat zijn stuk voor stuk allemaal hele goede punten waar we helemaal achter staan. Maar al deze wensen en eisen, die betekenen uiteindelijk ook wat voor de gebouwen. En het IBO laat als, nou, ik zou zeggen, klip en klaar zien dat de huidige schoolgebouwen hoognodig vervangen en of gerenoveerd moeten worden om al die uitdagingen waar te kunnen maken. En gemeenten gaan graag met die opdracht aan de slag. Sterker nog, dat doen we al grotendeels. Maar dat kunnen we niet alleen. Wij zoeken echt hoe we dit als één overheid, gemeente en Rijk samen kunnen doen, samen met de schoolbesturen. Want alleen dan kunnen we het voor elkaar krijgen. Het Rijk is daarbij als mede-overheid keihard nodig. Ik heb daar 3 wensen bij, namelijk het terrein van wetgeving, kennisdeling en financiering. De eerste, de wetgeving. Daar wordt aan gewerkt, met onder andere de verplichting voor gemeenten hand in eigen boezem om ook samen aan een integraal huisvestingplan te werken met schoolbesturen. Daar gaan we graag mee aan de slag. Kennisdeling. We kunnen meer en beter van elkaar leren. Standaardiseren, gezamenlijk inkomen, sneller, goedkoper. Daar gaan we mee aan de slag. Maar het echte bottleneck, voorzitter, dat is de derde. Dat zijn de financiële middelen. Gemeenten hebben geen financiële ruimte om vanuit de gemeentelijke middelen de noodzakelijke extra investeringen te doen in nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen. En de wensen en de eisen ten aanzien van die schoolgebouwen, die zijn toegenomen. Bouwkosten zijn fors gestegen. Ja, hier hebben we echt jullie steun keihard bij nodig. En in de gezamenlijke routekaart die we met de PO en de VO-raad hebben gemaakt, hebben we dit becijferd. En dan dat sommetje komt uit 2019 en u weet, dat is niet goedkoper geworden. 730 miljoen euro extra per jaar. En als we dat doen, dan hebben we in 2050 onze scholen op orde. Dus dat is nog niet eens morgen, dat is nog niet eens over 10 jaar. Dat is eigenlijk pas in 2050. Als er geen structurele ophoging in investeringsruimte komt, dan komen de maatschappelijke ambities in de knel. Er is bij veel scholen letterlijk geen ruimte meer voor passend en inclusief onderwijs. Binnenklimaat is op veel scholen jarenlang al onder de maat. Met alle gevolgen voor leerprestaties en gezondheid van en leraren en leerlingen. De ambitie om de komende jaren grote stappen te maken in verduurzaming van schoolgebouwen zal verder vooruit worden geschoven als we nu niet investeren. Terwijl juist schoolgebouwen letterlijk een voorbeeldfunctie hebben. Zeker op het gebied van klimaat. De volgende generatie laten zien hoe belangrijk het is om daarin te investeren. Kortom, voorzitter, forse extra investeringen zijn noodzakelijk. Ik zou zeggen, niet alleen praten over excellent onderwijs, maar ook over excellente onderwijsgebouwen. En als we niet investeren, dan is de laatste school die wij aanpakken net na 2100 aan de beurt. Dat betekent dat er nog 8 generaties kinderen in een schoolgebouw zitten waarvan wij zeggen, dat moet je niet willen met elkaar. Dus samen aan de slag, investeren. Dank u wel. Dan tot slot van de zijde van de experts en ervaringsdeskundigen, mevrouw Tamer van Gelder van de AOB. Ja, dank voor de uitnodiging. Ik kijk even, is het geluidsverbinding goed? Ik ben hier vanuit Luik. Oh, ik zie een duimpje, dank. Bij de ITUCI, dat is de Europese Onderwijsvakbond. Maar dank dat ik even online kan inspreken. Bij mij op school is theoretisch de ventilatie op orde. Maar dit houdt wel in dat ik de hele dag met een opstijgend vliegtuig in de klas sta. Er hangt een CO2-meter in de klas. En als die oranje-rood kleurt en ik zet de ventilatie aan, dan gaan de metertjes netjes weer op groen. Maar het vliegtuig blijft aanwezig. Een ander voorbeeld. Bij ons is de nieuwbouw in de lokale aan de oostkant niet uit te houden. Daar is het in de ochtend al bloedheet en loopt de temperatuur gedurende de dag enorm op. We hebben de meters sinds een jaartje, maar dat helpt niet om de temperatuur laag te houden. Buiten is het dan 17 graden. Nou, ik hoop bij jullie iets warmer ook. Maar binnen is het al 27 graden.
Mijn naam is Tamar van Gelder. Dank dus dat ik ook namens degene die, al die gebouwen gebruiken iets mag zeggen. Ik ben voorzitter van de AOB. En het slechte binnenklimaat binnen schoolgebouwen en onvoldoende ventilatiemogelijkheden is eigenlijk al jaren een hardnekkig probleem. Ook is al best wel lang bekend dat die ventilatie op scholen invloed heeft op de leerprestaties, maar ook op de werkprestatie. En het heeft invloed op de overdracht van infectieziekten. En in een onderwijs of in een sector waar het ziekteverzuim echt hoog ligt en het risico om burn-out te raken 1 op 4 is, is het echt van groot belang ook om de arbeidsomstandigheden op orde te hebben. En vanwege de COVID-19-pandemie staat ventilatie in de schoolgebouwen extra in de schijnwerpers, maar in essentie is er al veel langer sprake van een urgent probleem. Veel scholen voldoen al jaren niet meer aan de geldende normen voor gezonde lucht in de school. Oorzaken. Onvoldoende onderhoud, hogere eisen, gestegen bouwkosten en wie is nou verantwoordelijk en wie betaalt? Maar ook het systeem. Het systeem is mede debateraan. De zorg voor gezondheid, werk en leerklimaat van leerlingen en personeel is gedecentraliseerd. Primair belegd bij het bevoegd gezag van de school. En waar het gaat om onderwijspersoneel, schuift het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de hete aardappel graag door aan sociale zaken. De Arbo-wet. En het toezicht vanuit de overheid op de zorg voor de veiligheid is daarmee onvoldoende geborgd. Dan even over ventilatie. Mede door ons aandringen is er nu budget in toegevoegd aan lump sum om CO2-meters op te hangen. En er zijn aanvullende financieringsmogelijkheden. Maar nog niet alles op alle scholen, 16% is het nog niet op orde. En er zijn echt wel echt schrijnende voorbeelden. Vanochtend nog contact met een schoolleider van een eenpitter. In toch best wel een rijke gemeente. Maar er is niet opgenomen, of het schoolgebouw, en niet zij, maar het schoolgebouw is niet opgenomen in een IHP. En komt tussen alle regelingen terecht. En er is eigenlijk niemand die haar een oplossing kan bieden. Ik nodig de Kamerleden graag uit om bij haar eens langs te gaan. Om te zien waar dan de problemen zitten. Voorbeeld, prachtige regeling van Wiersma. Minister Wiersma vorige week aangekondigd, vangnetsubsidie. Maar dan moet je 2 weken aantonen dat de CO2-meter op rood gaat. Maar beste mensen, het is bijna zomer. En de zomer is niet de beste manier om dan te meten. Dus het is een voorbeeld over hoe dan de uitwerking van al dat soort regelingen die echt met de beste intentie gemaakt zijn in de praktijk tot uitvoeringsproblemen leiden. En als dan het lokaal dan niet op orde is, en het voldoet niet aan de geldende grenswaarden, en er zijn eigenlijk ook geen passende maatregelen genomen, dan eigenlijk zou dan het klaslokaal niet bruikbaar kunnen zijn. Maar ja, dan wordt ook gezegd, nee, we moeten eigenlijk wachten tot er een structurele oplossing is. Ik hoor eigenlijk net van mijn voorganger, in 2050 kunnen we eigenlijk met een gerust hart zeggen, iedereen kan veilig werken. Nou, dat baart mij best wel zorgen. En we zeggen eigenlijk dat ouders, leerlingen, personeel ook in, als we hebben over scenario's, hè, want we zitten toch misschien nog wel weer in nieuwe golven. Als er het overschrijden van grenswaarden, er gewoon risico's zijn op besmetting op het werk of in de schoolruimte. Ik probeer even door te praten. Ik ben er bijna. Voor ons een grote zorg is de relatie tussen de bekostiging, lump sum financiering en onderwijshuisvesting. Want als de budgetten krap zijn, dan kan het schoolbestuur natuurlijk ook vanuit personele bekostiging gaten gaan vullen. Dus wij zouden graag zien dat er een schot wordt geplaatst tussen materiële en personele bekostiging van scholen. Samenvattend. Zorg voor meer regie. De bekostiging moet toereikend zijn. Er moet een nationaal actieplan komen voor snellere verbetering voor het binnenklimaat. Zorg voor de scheiding van besteding van personeel en materiële bekostiging in de lump sum. En ik herhaal dan even mijn voorganger, breng de basis op orde. Een gezond en veilig werk- en leerklimaat. En zorg dus dan als Rijksoverheid, gemeente, schoolbestuur dat de randvoorwaarden op orde zijn, zodat leraren, ondersteunende schoolleiders kunnen zorgen voor goed onderwijs. Dank. Dank u, mevrouw Vergel. Ik hoop niet dat ik onbedoeld met een handgebaar u... Ik wilde niet wijzen van schiet eens op of zo, in het tegendeel. Maar ik
Stel voor mevrouw Westerveld als eerste vraag stelt, want zij moet daar echt na een 2 minuten debat. Allemaal, als jullie allemaal een vraag stellen dan, en eventueel de namen bij, hoeft niet, anders dan verwijzen we door. Mevrouw Westerveld namens GroenLinks. Veel dank, voorzitter. Misschien ook voor de aanwezigen. Ik heb dadelijk in de plenaire zaal een 2 minuten debat over jeugdbeleid. En ik weet dat dat een aantal van u ook aan het hart gaat. Dus daar moet ik gewoon zijn. Voorzitter, ik ben ook corona-woordvoerder. En ook met die pet op vind ik het eigenlijk onbegrijpelijk dat in de afgelopen 2 jaar, omdat we al heel lang weten dat slechte ventilatie zorgt voor meer overdracht van het virus en dat er bijvoorbeeld in onderwijsgebouwen zo weinig is gedaan. Nou hoor ik een aantal van u hele goede pleidooien houden over wat er zou moeten gebeuren. Pleidooi gaat ook deels over meer financiële middelen, over meer financiële regelingen. En daar heb ik een vraag over. Want dit onderwerp is niet nieuw. Ik ben een oud-collega van mevrouw Van Gelder. Ik heb ook bij de AOB gewerkt. En daar werd ook al ruim voor de coronacrisis altijd al gezegd, heel veel schoolgebouwen zijn gewoon onvoldoende. Nou, er is gewoon slechte lucht. Nou, is er in 2015 een motie over in de Kamer aangenomen. Dat was ingediend door de heer Buma van het CDA. En die ging erover dat er eigenlijk een onderbesteding was van gemeenten van 256 miljoen. En dat geld is overgeheveld naar de lump sum van het primair en voortgezet onderwijs. En daar gaat mijn vraag over. Want als ik dan jullie terechte pleidooien hou voor meer geld, hoe kunnen we er dan nu wel van uitgaan dat dan dit geld ook echt wordt ingezet om die schoolgebouwen beter te maken, om te werken aan betere ventilatie en frisse lucht? En die is ook meneer Van Vliet. Gaat u gaan. Alleen geld gaat het niet oplossen. Geld is belangrijk, maar Lucas Onderwijs heeft meer dan 100 schoolgebouwen. Dus ik kan echt met ervaring spreken hoe dat in de praktijk werkt. Als er geld komt voor ventilatie in bestaande gebouwen, dan begint het vraagstuk pas. Heel veel dingen hangen namelijk met elkaar samen. Ventilatie hangt samen met je klimaatbeheersingssysteem. Vervolgens, als je in bestaande gebouwen met leidingen door het pand heen moet, dan zegt de brandweer, je compartimentering klopt weer niet, dit vraagt bouwkundige aanpassingen. Vervolgens ga je aan de buitenzijde kasten aanbrengen en dan zegt welstand, nee, dat pand, zo kan het niet. Kortom, in de praktijk blijkt, en dat kan ik echt nu met vele tientallen scholen zeggen, dat alleen een integrale aanpak werkt. Alles wat je segmenteert zal in de praktijk stuiten op dit soort hele complexe uitvoeringsvraagstukken die a. kostenverhogend werken en soms zijn de schoolgebouwen nog maar 5 of 10 jaar voor de vervanging in een IAP. Dan zou het om enorme desinvesteringen gaan. Dus wat er echt moet gebeuren is een soort tweesporenbeleid. 1. Er is een hele grote groep van meer dan 1000 scholen waarvan iedereen het erover eens is dat die volstrekt verouderd zijn. Daar zou met een eenmalig impuls zo spoedig mogelijk mee moeten worden begonnen. En parallel daaraan moeten we een veel slimmere aanpak maken. Ja, daar is die 730 miljoen plus index per jaar voor nodig. Maar we moeten veel integraler gaan denken. Hoe pakken we dat dan programmatisch aan? Hoe zorgt het Rijk voor en voldoende middelen, maar ook voor een helder juridisch kader? En hoe is de taakverdeling die nu tussen gemeente en schoolbesturen altijd nog te veel ruimte biedt voor interpretatie. Hoe krijgen we die strakker uitgelijnd, zodat uiteindelijk het doel wordt behaald? Want de doelstelling zijn we denk ik over eens. Aan mevrouw Bos. Ik begrijp uw vraag heel goed, mevrouw Westerveld. U hoort het goed, hè? Wij komen inderdaad vragen om meer geld. Maar hoe weet u zeg maar, dat het dan ook op de juiste manier terechtkomt? Ik denk dat het dezelfde manier is als wij ook met onze schoolbesturen werken. Je moet gezamenlijk plannen maken. En ik begrijp heel goed dat het Rijk daarin wil meekijken. En ik denk dat het IBO-rapport, want de tijd is gewoon te kort om dat hele rapport te bespreken, maar ik vond het echt lezenswaardig. Ook makkelijk leesbaar, heel helder verwoord, goede samenvatting. En daar staan echt wel duidelijke dingen in waar je ook juist op de planmatige kant, aan de voorkant, met elkaar goede afspraken maakt. En ik denk dat dat echt gaat helpen om ervoor te zorgen dat u vertrouwen kunt hebben dat het op gaat leveren wat u wil. En dat wij voldoende ruimte krijgen zeg maar, om die plannen te maken en u te presenteren waar we dan vervolgens gezamenlijk een klap op gaan geven. Ik denk dat dat echt gaat helpen. Dit moeten we met elkaar doen. Mevrouw Broekhuis. Ja, ik kan u ook uit ervaring vertellen wat er met die middelen gebeurd is.
Heel veel schoolbesturen hebben daarmee een reserve voor onderhoud aangelegd. Ja, dankzij die motie. En heel veel schoolbesturen zijn daarop duurzame onderhoudsplannen gaan formeren. Dus die middelen worden vooral ingezet voor duurzaam onderhoud. Dus het vervangen van ketels, al dat soort zaken. Het is heel technisch, maar dat is wel mijn ervaring wat er met die middelen gebeurd is. Ja, voorzitter, ik denk terecht de vraag. En ik ben het eens met wat mevrouw Bos daarover zegt. Hè. Daar kun je natuurlijk ook afspraken met elkaar over maken. Ik denk dat de opgave overigens zo groot is dat, dat je ook bijna niet anders kan om dit geld gewoon te investeren. Ik heb zelf overigens een andere herinnering aan het rekensommetje van Buma. Ik was toen wethouder in een gemeente waar dat betekende dat wij moesten gaan bezuinigen. Dus dat was niet de ervaring dat wij geld overhielden. Dus je kan je ook afvragen wat we daar nou mee gewonnen hebben met elkaar. Hoe spreek je met elkaar af en dat er in elke gemeente een plan moet komen? Nou, daar ligt nu ook wetgeving voor en dan zeggen we ook als VNG van dat is ook gewoon prima, want we moeten ook een beetje streng zijn naar onszelf. Maar we hebben het probleem natuurlijk niet met wetgeving of spelregels opgelost. Het gaat uiteindelijk ook om slagkracht. Gaat u gang, mevrouw Westerveld. Ja, want dank voor alle uitgebreide antwoorden, maar waar ik best wel even in alle openheid mee zit, en ik denk meerdere collega's wel, is wij hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een enorme crisis. Met mensen die ernstig ziek werden, die overleden. We weten dat heel veel overdracht op scholen plaatsvindt. We weten dat de coronacrisis onze samenleving even naar schatting zo'n 80 miljard heeft gekost. En dan vind ik het toch wel lastig om met elkaar te constateren dat iedereen het heeft over het belang van goede ventilatie. Vanuit de Kamerbreed, vanuit het onderwijsveld. En dat op de een of andere manier het toch niet lukt om op hele korte termijn echt aan de slag te gaan met zeg maar die 1000 scholen waar het slecht is geregeld. Als we ook weten dat er in het najaar weer een nieuwe golf zit. Dus er zit ook een soort van roep om urgentie volgens mij bij iedereen. En toch zien we in de praktijk dat er te weinig gebeurt en dat leerkrachten straks weer in een onveilige situatie staan les te geven. Want we willen ook niet dat die scholen weer gaan sluiten. Ja, voorzitter, ook dat is een begrijpelijke vraag. Overigens is onze ervaring dat er op heel veel plekken wel wat gebeurd is. Het ingewikkelde is, het is echt pleisters plakken. Dus op het moment dat je alleen iets aan de ventilatie doet, dan doe je natuurlijk, als je kijkt naar een verouderd gebouw, per definitie te weinig. Er zijn meerdere barrières geweest waarom het op heel veel plekken overigens wel gelukt, maar op een aantal plekken niet. Dat heeft ook met de regeling te maken, de SUFIS-regeling. Die zei, als er wat moet gebeuren, dus als je een pleister wil plakken, als er noodzaak is, moet je 70% eigen middelen vanuit onderwijs bijleggen. Daar hebben een aantal scholen van gezegd, ja, dat is ons gewoon een te grote stap. Er is nu gelukkig geld vrijgemaakt om met maatwerk 140 miljoen... in ieder geval te kijken van, ja, dat wat is blijven liggen, kunnen we daarop inhalen. Dat is natuurlijk goed. Ja, en laten we ook eerlijk zijn tegen elkaar. Gebouwen die zo oud zijn dat je het niet meer kan oplossen met een kleine ingreep in het ventilatiesysteem. Ja, daarom ook denk ik vanuit ons allemaal pleidooi voor een stevige investering en een langjarige aanpak. Met pleisters plakken komen we er niet. En tegelijkertijd, er is op heel veel plekken wel degelijk gepleisterd. Maar er zijn ook gebouwen waar het niet voldoende voor is. Mevrouw Broekhuis en daarna nog kort in aanvulling op wat net aangegeven is. Mijn ervaring is ook dat een aantal scholen al in die integrale huisvestingsplannen zijn opgenomen voor aanpassing of vervanging. En dat dit nou scholen zijn die dan weer niet gebruik kunnen maken van die regeling. Omdat ze op die IAP-agenda staan voor vervanging. Meneer Van Vliet en daarna mevrouw Van Gelder. Ja, voorzitter, de ongemakkelijke waarheid is dat het zo complex is dat wil je deze hele voorraad, en dan kijk ik even naar heel Nederland, dat je daar gewoon heel veel jaren voor nodig hebt en dat je dat programmatisch moet doen. En er zit zelfs een risico als je geld geeft, maar niet ziet hoe het samenhangt met de renovatie, de vervangende nieuwbouw en bijvoorbeeld de samenhang die ik zojuist ook probeerde te duiden, dat het dan, ik zeg maar even heel scherp, tot mislukken gedoemd is. Er zijn nu zoveel deelaspecten en deelrapporten, er werd zojuist ook al aan gerefereerd, waarin helder wordt dat een meer integrale aanpak en dan juist met alle partijen, met een heldere uitleiding van verantwoordelijkheden en voldoende middelen, de enige oplossing voorwaarts is. En dan één punt die ik uit de praktijk toch ter relativering mee ga geven. Wij hebben gelukkig wel een paar gloednieuwe scholen met de meest moderne ventilatie voldoet aan alle normen.
En toen afgelopen februari en maart de grootste piek in corona was, ging die school gewoon volledig mee in de besmettingen. Dus we moeten erg oppassen met het beeld, ook in de publiciteit, dat goede ventilatie een garantie is dat er geen besmettingen plaatsvinden. Wellicht minder, maar wij hebben in de praktijk ervaren dat zelfs de meest moderne scholen daar geen garantie voor bieden. Tegelijkertijd denk ik dat het meer dan tijd is, kijk naar het IBO-rapport, kijk naar McKinsey, om nu eindelijk eens structureel de vraagstukken op te gaan lossen. Mevrouw Vergelder, u had een aanvulling daarop? Nou, nee, ik heb eigenlijk dezelfde. Ik kan alleen maar mevrouw Westerveld zeggen dat er ook een soort is van, ja, hoe kunnen we dit nou zo urgent maken? Hè? Want ik hoor integraal en duidelijke verantwoording en voldoende bekostiging. Maar we hebben met elkaar een urgent probleem. En dus wil je dat vandaag met elkaar oplossen en niet pas in 2050. Dus dat moeten we ook met elkaar doen. Dus ik heb niet een zinvolle bijdrage hier, alleen de ondersteuning van het vraagstuk van dit heeft toch echt iets meer urgentie nodig dan een aantal rapporten nog een keer lezen. Dank u wel. Aangeschoven is inmiddels meneer De Hoop namens de Partij van de Arbeid, maar ik stel toch voor dat mevrouw Hagen of mevrouw Paul de vraag stelt. Mevrouw Hagen. Ja, dank voorzitter. Ik ben in het dagelijks leven Kamerlid voor D66. Hiervoor wethouder onderwijs, dus mevrouw Broekhuis ken ik. En daarvoor en nog steeds eigenlijk altijd juf in mijn hart. Dus weet dat dit aan mij besteed is en ik de volle klasse met kinderen en alleen het raampje open goed ken. Ik hoor een aantal dingen en een programmatische aanpak. Daar zijn we inmiddels als politiek, worden we daar steeds beter in, denk ik. Dus je zou denken dat het zou landen. Wat ik me wel afvroeg aan de heer Van Vliet, ik heb meerdere vragen, maar zullen we doen er even één, toch? Nou, doe er maar eerst even één. Doen er eerst even één. Dan ga ik even bij de heer Ehrenberg beginnen. Is het uitgangspunt van de scholen die vervangen moeten worden bijna energie-neutraal of energie-neutraal gebouwen? Want op dit moment is het bouwbesluit natuurlijk nog bijna energie-neutraal. En ik weet inmiddels dat als je het dan energie-neutraal wil maken, dan moet je het eigenlijk weer tot de grond opnieuw opbouwen. Dus kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, voorzitter. Zeker. Dank voor de vraag. Uitgangspunt is BENG. Ik zou iets over de tijdlijn. Als je nu die 730 miljoen investeert, dan kun je in 2050 er zijn. Maar als je zegt, ja, dan hebben we qua klimaat nog niet eens de lat het allerhoogst gelegd. Het toont aan hoe groot de opgave is. Mevrouw Pauw. Ja. Dank u wel en dank voor uw gloedvolle betogen. Wat in ieder geval fijn is aan de ene kant is dat u behoorlijk op één lijn zit. Dat is het positieve nieuws, dat geeft richting. Tegelijkertijd wordt de opgave daardoor niet minder. En dat is altijd het lastige, ook wel in de politiek. Overigens ook op andere plekken, ik kom oorspronkelijk uit het bedrijfsleven. Als dingen een grote opgave zijn en ze gaan over meerdere jaren met veel verschillende lagen en verantwoordelijkheden, dan is de verleiding om pleisters te gaan plakken wat groter in plaats van met elkaar die grote uitdaging aan te gaan. Maar ik denk dat we toch met elkaar die poging moeten wagen. Ik heb een vraag naar aanleiding van, ik heb inderdaad ook meerdere vragen, maar we doen het om en om. Een vraag voor mevrouw Broekhuis. U stipte in uw betoog iets aan over een goed voorbeeld in België. Dat ging over, ik heb meegeschreven, scholen voor morgen. En met name ook publiek-private samenwerking. Beide aspecten intrigeren mij. De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en andere partijen. En inderdaad die programmatische aanpak die blijkbaar tot succes leidt. Wat doen zij daar goed waar wij van kunnen leren? Kunt u daar misschien iets meer over vertellen? Nou, in ieder geval de integrale samenwerking opzoeken. Op alle lagen. Daar is dan het bedrijfsleven ook bij betrokken. Wat ze daar ook heel goed doen is kennis delen. En op basis van die kennisdeling regelgeving aanpassen daar waar nodig. Dus het is echt een dynamisch programma wat uitgevoerd wordt. Inmiddels, ik zeg het even uit mijn hoofd, zijn er geloof ik ongeveer 190 schoolgebouwen aangepast. Erg succesvol gebleken.
Korte vervolgvraag. Dank u wel voor uw antwoord. Maar kunt u iets scherper nog aangeven wat de trigger was? Wat is onderliggend bepalend geweest om die samenwerking van de grond te krijgen? En ik zei net dat ik in het bedrijfsleven heb gewerkt. Bij mijn laatste werkgever, dat was een groot bouwbedrijf. Die waren vanuit commercieel oogpunt in kaart aan het brengen. Waar liggen de grote opgaven in Nederland? Dat lag op infrastructuur, onderhoud van wegen, bruggen, tunnels, al dat soort dingen. Maar inderdaad, scholen waren toen ook in het vizier. En een van de dingen die lastig zijn voor commerciële partijen is als de opgave onvoldoende duidelijk en onvoldoende concreet wordt weggezet. Want dat zie je ook bij woningcorporaties. Het is gemakkelijker of het is beter en je kunt ook meer aan innovatie doen en daarin investeren vanuit het bedrijfsleven als je met grote pakketten werkt en duidelijke opdrachten. En zat daar een trigger in België? Ben ik benieuwd naar. Ja, hele heldere vraag van u. En u geeft eigenlijk al gelijk het antwoord zelf. Het heeft te maken met de massa, de omvang van de opgave, waardoor het in België mogelijk is geworden om dit tot goed gevolg in werking te zetten. Ik weet dat er hier in Nederland gesproken is met InvestNL en ook met Bouw in Nederland. Maar dat daar op dit moment, en ook pensioenfondsen zijn echt geïnteresseerd in de opgave, maar die zeggen eigenlijk allemaal, de opgave op dit moment voor één schoolbestuur of een paar schoolbesturen is niet groot genoeg. Dus daarom is ook de landelijke massa nodig om tot zo'n transformatieprogramma te komen. En wat de drijfveer in België is geweest, is onderwijsvernieuwing. Dank u wel. Meneer De Hoop, ik wil u niet voor het blok zetten. Dus als u zegt, dan steekt u uw hand op. En anders geef ik mevrouw Hagen nog even het woord. Die had nog meer vragen. Nee, dat zou ik nooit willen doen. Dank. Ik heb nog een vraag aan de heer Van Vliet. Namelijk de procedures, mij ook niet vreemd als oud-wethouder. Dat duurt inderdaad heel lang. Zou het helpen als er dan bepaalde spoedprocedures zouden kunnen zijn? Ik kijk ook weer met een schuine oog naar de heer Ehrenberg. Ik kan me zo voorstellen namelijk dat het wel zou helpen. Nu gaat er echt, voordat er überhaupt overgaan wordt tot een schoolgebouw bouwen of iets, gaan maanden voorbij. Dus zouden we daar iets in kunnen betekenen? Dat is altijd het ingewikkelde, want hier grijpen heel veel verschillende wetgevingen op elkaar in. Kijk, de verleiding is heel groot om daar ja op te antwoorden. Maar ik ben zelf in het verleden ook wethouder ruimtelijke ordening geweest. Dus ik weet de complexiteit van ook van die kant van de tafel. Ik vrees van niet. Want u zei maanden, maar de werkelijkheid is vele jaren. Dat is de werkelijkheid. Echt vele jaren, er werden net ook al aantallen genoemd. Wij zitten in binnenstedelijk gebied en dan kunt u daar gerust nog een flink aantal jaren aan toevoegen. Ik denk ook eerlijk gezegd, het werd net pleisters plakken genoemd, dat daar echt niet meer de oplossing in zit. De werkelijkheid is, er zijn geen easy fixes. Daar waar het snel kan, gebeurt het snel. Ook bij ons en ook op allerlei andere plaatsen. Ik spreek met heel veel collega-bestuurders. Bij iedereen staat dit vraagstuk zeer hoog op de agenda. Dus daar waar het kan, gebeurt het. Daar waar het niet kan, en dat heeft soms te maken met de leeftijd van de gebouwen, soms ook simpelweg bouwkundig, hè, allemaal onder oude bouwbesluiten gebouwd, voldeed destijds aan de wet, maar nu niet meer. Soms ook simpelweg de omgeving, hè, als je aan een gebouw gaat, want dat geluid is niet, hè, mevrouw Tamar die zei dat net ook, binnen de klas, maar dat is ook buiten. Als de buurt in verzet komt tegen grote kasten die constant een subzone bron afgeven. Kortom, er is gewoon heel veel complexiteit. En er is echt maar één weg voorwaarts. Dat is programmatisch, integraal, met voldoende budgetten en een heldere toedeling van verantwoordelijkheden, zorgen dat het nu planmatig wordt opgelost. Dat is de enige weg voorwaarts. Anders zullen we zien dat er weer weglek is van materialen, desinvesteringen worden gedaan. En daarom is het nu van belang dat de verschillende partijen tot een, wat mij betreft, veel meer programmatische, planmatige aanpak komen. Dank u wel, mevrouw Bos. Terwijl mevrouw Van Gelder volgens mij technische problemen heeft. Ik weet niet of het aan ons ligt. Waarschijnlijk niet. Mevrouw Bos, aan u het woord. Digitale vergaderen, dat leidt wel eens tot wat ingewikkeldheden. Ik zou zeggen, doe uw voordeel met het IBO-rapport.
Echt. Want wat wij hier zeggen is voor een deel gewoon echt herhalen van een prachtig rapport wat in uw opdracht gemaakt is. En waar u alle bouwstenen heeft, zeg maar, om ervoor te zorgen dat het echt op een slimme manier gedaan wordt. Ik vind mezelf eigenlijk een beetje vervelend dat ik kom vragen om geld. Want ik heb eigenlijk zoiets van, wij willen het gewoon zelf oplossen. Maar we merken ook, en dat sluit wel even aan, we doen echt wat we kunnen. En u mag bij ons ook op bezoek komen, om te zien wat er wel gedaan kan worden. Maar dan ziet u ook daar waar op een gegeven moment onze handen tekortschieten. En dat komen wij vragen. Dus niet voor de dingen die wij wel kunnen, maar voor de dingen die op een gegeven moment echt niet kunnen. En de bouwstenen zijn er. Ik vind het heel mooi dat in het IBO-rapport er gewoon vier clusters, zeg maar, worden genoemd. Het is volstrekt helder, zeg maar, wat er gedaan moet worden. Dat spreekt echt over, maak nou inzichtelijk wat die opgave is, hoe groot die is. Kijk hoe je hem aan wilt vliegen. Kijk naar standaardisering. En uiteindelijk ook, en dat zeggen wij volgens mij allemaal, als we dan dat gezamenlijke visie hebben, want daar begint het mee, hè, dat we een gezamenlijke visie hebben op wat is nou een schoolgebouw. Ik denk altijd dat ik in de klas zit met dit geluidje. Maar als dan die visie helder is, want de opgave is eigenlijk nog veel groter dan alleen ventilatie of een schoolgebouw. Hè. Als we echt naar inclusief onderwijs willen, naar kansrijk onderwijs voor onze kinderen, zonder allerlei hobbels, ja, dan praten we nog over heel andere schoolgebouwen. Maar dat is dan wel weer het mooie. Dan kan je wel heel erg aansluiten bij datgene wat we als lokale overheid heel erg te doen hebben. Dat is welzijn, gezondheid, sport en bewegen. Om dat met elkaar te verbinden in een soort van maatschappelijk centrum waar ook nog eens een keer onderwijs gegeven wordt. Dus laten we dat vooral zelf samen doen. Dank u wel. Ik hoor uw voorganger spreken bijna. Meneer Ehrenberg, had u er nog een aanvulling op? Overigens mag u nog blij zijn dat er geen stemmingen zijn, want dan gaat de Zoom zo hard, dan lijkt het brandalarm. Meneer Ehrenberg. Dan rennen we. Ja, dank. Misschien twee korte aanvullingen, want zeer eens met wat de heer Van Vliet zegt. Als je dit probleem wil oplossen, dan vraagt het denk ik gewoon recht gewoon bovenop gaan zitten. En met elkaar ook zeggen, we willen dit probleem oplossen en we gaan ervoor. Zit er ruimte in procedures? Ik denk beperkt. Er is wel iets mogelijk in kennisdeling. Er is iets mogelijk in standaardisering. Er is iets mogelijk in mandjes maken. Dus niet één gebouw, maar kijken of je er meer kan doen. Maar daar hebben we het probleem gewoon niet mee opgelost. Zo eerlijk moeten we zijn. Het helpt het probleem op te lossen. Maar het gaat echt om die aanpak. Ik wou nog één ding aan u meegeven als het gaat over, want dat kwam net langs, zouden er niet andere geldschieters interessant zijn om dit probleem op te lossen. Die willen misschien een rendement. Bijvoorbeeld pensioenfondsen of derden. Dus de vraag die u dan ook politiek zou moeten wegen is of u dan vindt dat u dan uw onderwijsgeld het meest zinnig aan het besteden bent. Nou, ik kijk naar mevrouw Paul. U had nog een vraag meer? Of niet? Dan moet u antwoorden. Misschien, ja, de heer Vermeulen wil ik ook niet voor het blok zetten. Dus die heeft, misschien dat hij iets dubbels zegt, ik kan niet weten. Mevrouw Paul. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje voor de heer Ehrenberg. Naar aanleiding van iets wat ik las in de documentatie die we kregen. Dat ging ook over standaardisatie van het bouwproces. En volgens mij gaf de VNG daarbij aan dat standaardisatie van het bouwproces van nieuwe huisvesting vanuit de sector zelf moet komen. En ik vroeg me af hoe dat zich verhoudt tot überhaupt tot standaardisatie en een soort van centrale regie die je daarop zou willen hebben. Hoe voorkom je dat het juist tot fragmentatie leidt? Maar misschien heb ik het verkeerd. Ik zie u vragend kijken, dus misschien heb ik het gewoon verkeerd gelezen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je niet centrale regie hebben om juist standaardisatie te kunnen bevorderen? Ja, voorzitter, ik denk een goede vraag, want wat bedoelen we met elkaar met standaardisatie? Laat ik ook de hoop uitspreken dat we niet straks overal in het land dezelfde schooltjes krijgen te zien. Hè? Want dat bedoelen we nadrukkelijk niet met standaardisatie. Het gaat veel meer aan de kant van processen. Dus hoe koop je in, hoe besteed je aan? Niet elke keer met een wit vel papier beginnen op het moment dat er een aanbesteding moet plaatsvinden, maar daar veel meer structuur in brengen. Wat we wel zien is dat een makkelijkere opgave is voor nieuwbouw, nieuwe wijken, omdat je dan ook veel meer van de wensen eigenlijk gelijksoortig zijn. Terwijl als je kijkt naar de bestaande voorraad en wat je daar moet doen, dan is er veel meer maatwerk per pand ook nodig om te kijken van ja, wat is hier nodig. Hè? Dat kan enorm uiteenlopen. Maar alles wat je daar kan doen om processen te versimpelen, te standaardiseren,
helpt gewoon en draagt gewoon bij. Dus daar zijn wij ook vanuit, nou, wat ik ook eerder zei, kennis delen, standaardiseren, zijn we absoluut voor. En het helpt natuurlijk als dat gefaciliteerd wordt. Dank u wel, mevrouw Broekhuis. En dan meneer Van Vliet. En dan gaat meneer Habtemoeder ook nog een vraag. Ik zie twee soorten standaardisatieprocessen op dit moment gaande zijn in de onderwijshuisvesting. Dat is aan de ene kant het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Daar wordt echt ook onderzoek naar gedaan. En daar wordt net als bij woningbouw naar gekeken van hoe kan je dat zo makkelijk mogelijk doen. De andere, en daar heb ik zelf ook mee te maken gehad, is als je een schoolgebouw bouwt of verbouwd, heb je tijdelijke huisvesting nodig. Dus er wordt ook innovatie gedaan om te kijken van kan je die tijdelijke huisvesting nu voorkomen door middel van snelbouw bijvoorbeeld. Dus dat zijn denk ik twee, als je het echt hebt over bouwkundige innovaties, innovaties die gaande zijn. Dank voorzitter. Er is in Nederland een kopgroep die bezig is juist met dit thema. Installaties worden in schoolgebouwen steeds belangrijker. Je zag dat van oorsprong die installatie uit de utiliteitsbouw kwamen. Maar het is een groot verschil of er 1000 kinderen in, verdeeld in 25 in één keer in de klas en uit de klas komen. Dat geeft hele andere eisen aan dat soort installaties dan dat iedereen in een kantoorruimte zit te werken. Daar wordt dus aan gewerkt met een aantal deskundigen om in ieder geval te komen tot enkele heldere richtlijnen en standaarden. En dat moet je dan niet zien als één model wat overal toepasbaar is, maar een soort building blocks, sommigen noemen het legalisering, van hoe je een schoolgebouw. De standaarden zijn dan in bepaalde toepasbaarheid, zodat je wel het maatwerk kan laten leveren. Want het blijft natuurlijk een groot verschil of je in een greenfield iets bouwt of binnenstedelijk waar je nauwelijks ruimte hebt en de plot helemaal bepaald is. Daar wordt wel nadrukkelijk nu aan gewerkt, zowel aan de kant van de installaties, ook aan de kant van de gebouwen, zeker als we gaan. Hè, we zitten nu bij Beng, dat werd net gevraagd, maar natuurlijk met het oogmerk om uiteindelijk naar volledig energie-neutrale gebouwen. Ik kan u melden dat in Den Haag de eerste volledig energie-neutrale school momenteel wordt gebouwd. En inmiddels zijn 10% van de schoolbesturen in Nederland hiermee bezig om samen met elkaar dit te bewerkstelligen. En het is heel belangrijk om dit samen te doen met zowel de bouwsector als met deskundigen van bijvoorbeeld de Technische Universiteit. Dank u wel. Meneer De Hoop namens de Partij van de Arbeid. Dank voorzitter. Ik heb helaas niet al jullie betogen kunnen horen, maar ondertussen wel nogmaals door de positions papers heen gebladerd. En ik zag bij de AOB dat daar ook nadrukkelijk de relatie van de lumpsum en de onderwijshuisvesting genoemd werd. En dat er eigenlijk gepleit wordt voor een schot tussen materiële en personeelbekostiging. Zodat je dan kunt voorkomen dat de gelden die aan leraren uitgegeven zouden moeten worden, problemen bij de aangewend worden voor de problemen bij de huisvesting. Al lees ik het dan goed en zou mevrouw Van Gelder dat nog wat verder willen toelichten hoe ze dit precies ziet? Ga de gang, mevrouw Van Gelder. U weet het antwoord wel, maar het geluid doet het niet. U hoort mij niet. Oh. Oké. Meneer De Hoop, is er iemand anders wie u dezelfde vraag wil stellen misschien? Nou ja, dat wilde ik inderdaad vragen. U zult het allemaal ook gelezen hebben. Ik ben benieuwd hoe u daar naar kijkt, de andere sprekers ook, naar wat het AOB stelt in de position paper. Mevrouw Bos raakt het zelfs aan in haar eerste termijn. Aan u het woord. Nou, we waren tot nu toe zeer eensgezind, maar ik proef een beetje dat we hier uit elkaar gaan lopen. Maar dat is ook politiek tenslotte niet waar. Ik zou niet voor zijn om dat uit elkaar te halen. En dat heeft mee te maken dat hoe je je school inricht, zeg maar, wat een soort onderwijs je biedt, dat heeft te maken met zowel bemensing als met de inrichting van het gebouw zelf. En als je dat weer heel erg gaat scheiden, dan heb je misschien het ene op orde, maar het andere weer niet. Terwijl als je gezamenlijk doet, dan kan je een gezamenlijke visie ook ontwikkelen, hè, als schoolbestuur, samen met de gemeente, van wat voor soort onderwijs wil je dan creëren. Dus ik denk dat het beter is, maar moet je wel heldere eisen hebben, hè, van wat het eindproduct uiteindelijk moet opleveren. Dat moet je helder hebben, maar om vervolgens echt niet met schotten te gaan. Ik snap de neiging, want dat geeft een soort schijnveiligheid, maar het levert ook weer andere problemen op, denk ik. Ja, de Onderwijsraad heeft destijds, dat was alweer 2018, en rapporten raken gauw in vergetelheid, inzicht in en verantwoording over van onderwijsgelden.
Ik mag dat nog een keer warm aanbevelen, want de Onderwijsraad heeft daar heel erg naar gekeken en in ieder geval geconstateerd dat dat niet de oplossing is. Wat wel de oplossing is, in te zorgen dat de middelen voor onderwijshuisvesting ook daadwerkelijk aan onderwijshuisvesting worden besteed. En daar moeten we wel behardere garanties voor hebben. En dat is ook logisch, wat ik al zei, zelf ook lang actief geweest in gemeenteland. Daar, als het in de totale gaat van alle vraagstukken, denk aan jeugdhulp en andere vraagstukken, dan zie je dat onderwijshuisvesting, omdat het nog wel 4 of 5 jaar kan wachten, of misschien zelfs wel 10 jaar, ertoe leidt dat het een onderwerp is wat altijd naar de achterkant van de politieke agenda gaat. Dat heeft ertoe geleid dat we van ongeveer vervangen naar 40 jaar inmiddels op 69 jaar zitten. U begrijpt, de rek was er al uit en is er nu volledig uit. Als we dat niet doorbreken, dan gaat het fout. Een schot zetten bij de lump sum gaat het niet oplossen. Oormerken van de middelen voor onderwijshuisvesting, zodat het er ook aan besteed gaat worden, gaat dat wel oplossen. Maar alleen in combinatie met een integraal programma en een heldere verantwoordelijkheidstoedeling. Anders gaan we weer in cirkeltjes. Ja, korte toevoeging, want ik snap waar de wens tot schotten vandaan komt. Het heeft ook vaak met schaarste te maken en dan ook dingen veilig kunnen stellen. En dat is, nou, gezien alle opgaven in het onderwijs, heel logisch. Volgens mij moet je dan eerder naar de schaarste kijken dan naar de schotten. Ik zou in het kader van dat we hier wat uiteenlopen wel wat anders willen zeggen dan wat Van Vliet voorstelt. Omdat we in de praktijk zien dat heel veel schoolgebouwen ook meerdere functies hebben. Dus bijvoorbeeld tevens bibliotheek zijn of tevens buurthuis zijn. Of misschien ook wel wat voor de kinderopvang. Wat steeds meer publieke voorziening gaat worden, et cetera, et cetera. Dus dan geoormerkte budgetten, onderwijsgeld voor onderwijshuisvesting maakt die opgave weer ingewikkeld. Dat je afspraken met gemeenten moet maken van en nu aan de slag, mits de middelen komen met en dat je daar volumeafspraken of wat dan ook over moet maken. Nou, zijn we graag toe bereid, maar pas op met schotten en oormerken. We kunnen het paard zomaar achter de wagen spannen. Ik kijk wel, meneer Van Meen. Excuus voor mijn vertraging. Ik zat hier 2 zalen verder iets anders voor te zitten. Ik heb dus ook niet de inleidingen kunnen horen, maar ik las al dat er iets gezegd was door de heer Van Vliet over een heldere rolverdeling. En daar had ik nu weer over. En ik zou hem willen vragen, misschien kan hij mij nog even uitleggen hoe dat er wat hem betreft optimaal uit zou zien. Zo'n heldere rolverdeling. Dan neem ik aan dat het een rolverdeling tussen gemeente en schoolbestuur is, waar hij over spreekt. Misschien ook nog wel Rijk. Zeker ook Rijk. Kijk, het Rijk is belangrijk dat die heldere eisen stelt en zich realiseert dat als je eisen stelt aan nieuwbouw en nieuwe bouwbesluiten neemt of over duurzaamheidseisen stelt, dat dat doorwerkt en dat je dan ook iets met de oude voorraad moet en dat dat niet automatisch meeloopt. En ik merk, en dat denk je, dat is toch zo evident, in de praktijk is dat niet evident. Dat wordt niet betrokken, niet bij de plannen en niet bij de doorrekening. Dus het Rijk heeft een belangrijke taak in een adequate financiering en een helder kader waaraan je moet voldoen. En als de inzichten zich wijzigen, hoe vertaalt zich dat dan ook naar de oude voorraad? En vervolgens inderdaad tussen gemeente en schoolbesturen moet er een veel scherper inzicht komen. En als ik zeg zorg dat die middelen er komen, dan zeg ik niet dat je niet slim moet omgaan met maatschappelijk vastgoed. Maar ik zie nu vaak dat in, ik noem het maar even, de politieke afweging van allerlei maatschappelijke vraagstukken, dit een te makkelijk onderwerp is om naar achteren te schuiven, omdat het niet direct leidt tot een probleem, maar inmiddels zodanig de rek eruit is dat als je niet zorgt dat die middelen daar daadwerkelijk terechtkomen, en een IHP is overigens een uitstekend middel ervoor, mits daar maar een plicht op zit, dat het ook, en dat prima integraal met allerlei maatschappelijke functies, dus opplussen by all means, maar niet minder. En zorgen dat deze middelen ook daadwerkelijk aan onderwijshuisvesting worden besteed. Want heel eerlijk, heel veel onderwijsgeld voor gebouwen zit nu in allerlei andere maatschappelijke vraagstukken die ook belangrijk zijn. Maar kind van de rekening zijn onze kinderen die in oude en eerlijk gezegd slecht binnenklimaat gebouwen zitten. En ook onze medewerkers. Ik denk echt dat we daar nu een streep moeten trekken. De rapporten liggen er. Het is nu aan de Kamer om te handelen. Ja, helemaal goed. Maar dan toch nog even, hoe moet die verdeling er nu uitzien?
tussen die rollen, in die rollen, zeg maar. Laat even beperken tot gemeente en schoolbestuur. Je kunt alle kanten op redeneren. Je kan er door decentralisatie. Dat is ook een vorm van helderheid, of misschien niet. Je kan het scheiden zoals je het wilt. En ik begrijp heel... Ik voel de noodzaak ook vanuit vorige rollen die ik vervuld heb. Maar we zijn op zoek naar een soort heilige graal ergens. En bestaat die ook? Mevrouw Broekhuis vindt er ook iets van, voorzitter. Ga ik aan, mevrouw Broekhuis. Ja, kijk, wij hebben zowel als schoolbesturen als gemeentes voldoende mogelijkheden om met elkaar daar afspraken over te maken. Of het nu gaat over doordecentralisatie, of wij kunnen met elkaar die samenwerking vormgeven. De essentie van het probleem zit echt in de bekostiging. En dat is eigenlijk waar wij ook uw hulp vragen in de interbestuurlijke samenwerking om tot goede oplossingen te komen voor onderwijshuisvesting. We hebben voldoende middelen om goede afspraken met elkaar te maken als het gaat om total cost of ownership, al dat soort zaken. Misschien ter aanvulling. In het IBO-rapport staan daar waardevolle dingen over vermeld. Het is nu eenmaal zo dat schoolbesturen, omdat die ook het onderhoud hebben en het gebouw gebruiken en ook goed beheerder moeten zijn, en gemeenten hier gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, ook al omdat veel andere maatschappelijke functies daarmee verbonden zijn. Dus volgens mij is het altijd zo dat beide partijen naast elkaar en samen dit moeten doen. Dat het IAP een wettelijke plicht wordt wat eraan komt, dat is heel goed. Nu nog zorgen dat de normen heel helder worden, ook op rijksniveau. En vervolgens echt voldoende middelen die daadwerkelijk hieraan worden besteed. En het IAP is denk ik wel het instrument ervoor, mits de normen helder zijn en mits helder is dat er voldoende middelen zijn om aan deze taak te voldoen. Maar het schuiven van de ene naar de andere partij gaat eerlijk gezegd denk ik alleen maar tot verdere complicaties leiden en niet tot oplossingen. Dan had ik toch ook zelf nog een kleine verhelderende vraag. Want ik ben het allemaal geweest, ook onderwijswethouder, maar ook onderwijsmens. Dat ben ik ook nog steeds, net als mevrouw Hagen en meneer Van Meenen en eigenlijk iedereen hier. Maar waar ik nog niet zoveel kaas van gegeten, dat is eigenlijk die financiën. Daar komt hier natuurlijk wel veel over. Mijn vraag is eigenlijk de volgende. Bij mijn weten zijn gemeenten eigenlijk al sinds jaar en dag verantwoordelijk voor de bouw van die scholen. Daar krijgen ze ook geld voor vanuit het Rijk. Als je dat doet en je zet zijn school neer, volgens mij ga je dan nadenken, nou, hoe lang staat die? Laten we zeggen 30 tot 40 jaar. Dus ik zorg dat ik over 30 of 40 jaar dat geld heb staan, zodat ik een nieuwe kan bouwen. Nou, nu is de vraag, dat is natuurlijk niet gebeurd, dat snap ik wel. Want als er ergens een bezuinigingsronde zit, dan is het heel gemakkelijk. Want ik zit die 30 jaar op 40 jaar en de miljoenen zitten weer in de kassen. Die kan ik dan gebruiken om andere gaten in de jeugdzorg te vullen of zoiets dergelijks. Ik bedoel, dat zou zomaar kunnen, hè? En ik snap ook dat schoolbesturen, hoe die daar werken. En ik snap zelfs nog dat je geld voor huisvesting kan stoppen in personeel en andersom. Of je dat nou wenselijk wil of niet, maar dat is ook... Andersom is al moeilijker, maar goed, dat snap ik allemaal. Maar de bottom line is nou eigenlijk, is nu het probleem dat gemeenten... En ik vraag het gewoon maar blunt zoals ik het zeg. Dat gemeenten eigenlijk hebben vergeten dat we over 30 jaar een nieuwe school moeten bouwen. Dat er geld er gewoon niet is, maar het is wel overgemaakt. Is het probleem nu dat niet zo is, maar dat de normen die we nu stellen aan scholen veel hoger zijn, dus dat het geld wat je aanvankelijk hebt gekregen te weinig is? Of zit het nog weer ergens? Want ik probeer het maar zo plat als een dubbeltje te slaan dat ook ik het begrijp. Aan u het woord. Er zijn er drie. 1, de wettelijke eisen zijn enorm toegenomen. Uit het bouwbesluit, uit duurzaamheid, maar ook vanuit wat we voor eisen stellen aan het onderwijs. 2. Daar waar we telkens wel eisen aan de nieuwe gebouwen hebben gesteld, hebben we ons onvoldoende gerealiseerd. Ja, maar wat betekent dat dan voor die verouderde voorraad? En 3, het blijft Nederland, dus geld. Uiteindelijk is er gewoon te weinig geld naar gemeenten gegaan om deze taak goed uit te voeren. En dan wordt het heel ingewikkeld, want wij als schoolbesturen, ik mag in meerdere gemeenten heel die fijne gesprekken voeren. Nou, dan krijg je de normbudgetten van de VNG. En ik ga u één ding vertellen. Ik heb een lijst met 22 scholen die wij moeten bouwen. Ik bouw er op dit moment maar 3. Omdat al die andere 19 een enorme budgetoverschrijding hebben. En denkt u echt aan orde grootte 30-40%. En ik kom bij de gemeente die zegt, dit zijn de normbedragen. Daarvoor moet u het doen. Dat is niet langer houdbaar. En daar moet een oplossing voor komen. Dus ik heb 3 aspecten genoemd. En die moeten ook alle 3 geadresseerd worden. Want adresseer er 1 en het probleem wordt niet opgelost. Mevrouw Broekhuis.
Nou ja, ik voeg daar nog één aan toe en dat is vanuit gemeentelijk perspectief. De opgave, het is een opgehoopte opgave. We krijgen nu in één keer te maken met vervanging van naoorlogse schoolgebouw. Lopen we eigenlijk al een poosje tegenaan. Als gemeente hebben we ook nog te maken met investeringsplafonds. Dus dat betekent dat je niet alles tegelijk aan investeringen kunt doen. Dat heeft te maken met schuldenlasten en nou, dat is allemaal een technisch verhaal. Maar dat is nog een probleem waar gemeentes tegenaan lopen. En dat zijn vooral ook de middelgrote en de kleine gemeentes die daar tegenaan lopen. Ja, dan heb ik toch nog één vervolgvraag daarop. Want als cash zeg maar het probleem is, en het pensioenfonds wil het wel doen voor een rendement van 3%, en je zegt van ik kan daar de bekostiging van die scholen over 30 jaar uitsmeren, dan is cash hoeft het probleem toch niet te zijn? Of ben ik nou te kort door de bocht? Ik begrijp de politieke vraag die meneer Van Eerenburg gaat zeggen, hoor. Van, is dat nou wel gewenst dat er rendement gemaakt wordt van 3% of zo? Maar het is maar zo'n vraag, mevrouw Broeke. Ja, maar dat is helemaal waar wat u zegt. Maar dan komt weer waar meneer Eerenburg het daar al eerder over had. Als je gaat samenwerken met dat soort externe financiers, daar kijken gemeentes ook naar, dan heb je weer te maken met een extra ophoging van renteopslag. Dus dat betekent dat eigenlijk je schoolgebouw netto duurder wordt over de jaren heen. Dus ja, er zijn oplossingen voor te vinden, maar het wordt wel duurder. En dat komt bovenop het tekort wat er al is. Graag nog een aanvulling. Het Rijk heeft de bekostiging geplaatst op 60 jaar. Dat heeft het Rijk zelf gedaan. Dus zeg maar, hoe het gemeentefonds gevoed wordt, gaat het Rijk al uit dat het 60 jaar. Het is om financiële redenen gebeurd. Maar de werkelijkheid is dus inmiddels 69 jaar. En twee, het Rijk bekost dat ook nog geen beng. Net kwam de vraag, wat doen we? De gemeenten hebben de wettelijke plicht inmiddels om te bouwen. En wij dus ook als schoolbestuur, en dat doen we ook, om beng te bouwen. Maar we krijgen niet het geld van het Rijk. Althans, de gemeenten krijgen niet het geld en wij dus ook niet. Dus er zit echt in het systeem iets wat niet goed op elkaar aansluit. Er worden eisen gesteld, maar het bijbehorende geld wordt niet geleverd. Dat kan niet. Gaat u gang en dan nog twee antwoorden en dan is het kwart over en dan moeten we stoppen. U het hoort nog. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar het is natuurlijk ook zo dat in de ene periode kost het veel meer om een school te bouwen dan in de andere periode. We hebben ook periodes meegemaakt waarin je nou ja, de aannemers smeekt of ze alsjeblieft die opdracht wilde geven. Ik heb dat nog meegemaakt. En nu is het andersom. Dus dat is ook vanuit het Rijk natuurlijk best ingewikkeld wat dat bedrag dan moet zijn. En bovendien gaat de markt zich daar dan ook naar gedragen. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe verhoudt zich dat nou met die wens om het te oormerken, het geld? He, want dan, kijk, ik zeg even, sinds ik zit nu 10 jaar in de Kamer, kom heel veel in gemeenten. En ik kan bijna aan de staat van de gebouwen zien wat voor gemeentebestuurder zit. He, het is ook uiteindelijk politiek wat daar gebeurt. En hoe belangrijk. En dat vind ik zelf ook, zoals bij alle decentralisaties, best wel kwetsbaar. Omdat het dus blijkbaar uitmaakt waar je woont. En dat wil je natuurlijk van hieruit weer zo min mogelijk. Je wil dat alle kinderen in een goed schoolgebouw zitten. Maar voordat we hier eventjes heel makkelijk besluiten tot oormerking, is dat niet ook een risico? Dat is het dan en daar moet je het dan maar mee doen. En dat ongeveer. Meneer Van Eerenburg, dan mevrouw Bos. Ja, er staat Eerenburg. Ik ben zeer flexibel waar ik allemaal naar luister vandaag, voorzitter. Dat maakt allemaal geen enkel probleem. Nee, ik denk, ik kan dit mooi samennemen, want ik ben het eens met dit risico. Dus ik denk dat als u op werkbezoek bent in gemeentes en u ziet scholen waarvan u zegt, nou, dit is een goed voorbeeld, dan durf ik er een weddenschap op te doen dat gemeentebesturen zijn die meer geld investeren in hun onderwijshuisvesting dan zij van het Rijk uitgekeerd krijgen. En ik deel ook de analyse dat dus een zekere kwetsbaarheid met zich meebrengt. Dit is een herkenbaar verhaal. In 1997 is deze taak naar gemeentes gegaan. U heeft er toen 10% op gekort. En dat die 10%, nou in meerderheid, die 10%, ja, die zie je dus ook. Hè. Dus of je moet dat weer lokaal oplossen, maar dat is een gedeelte van die kwetsbaarheid. Dat is één. Het is niet te onderschatten dat het Rijk inderdaad met die 60 jaar rekent. Dat is echt een groot probleem. Dus als u zegt, er moeten sneller meer schoolgebouwen gemoderniseerd worden, maar in onze berekening krijgen wij een budget wat ervan uitgaat dat we pas na 60 jaar investeren, dan moet je dat gat tussen versneld vernieuwen en die 60 jaar dus zelf ophoesten.
En ja, het is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon een kwestie van kiezen. Ik zei net in mijn introductie dat als we met de huidige middelen, de huidige opgave, waarvan je ook nog kan discussiëren, is dat eigenlijk wel de goede opgave? Hè? Want het is niet energie-neutraal, maar bang. En het is niet, et cetera. Als je dat wil doen, dan ben je in 2100 klaar. Ja, wij vinden dat denk ik hier met z'n allen gewoon echt te laat. Dus als je wil versnellen, en volgens mij moeten we versnellen, dan moet je ook wat aan deze financiële randvoorwaarden doen. Behalve al die andere dingen die ook wat van de gemeentes vragen. Mevrouw Bos nog en dan het afsluit mevrouw Broekhuis. En dan is het voor deze ronde klaar. Mevrouw Bos. Ja, Almere bestaat zo'n 45 jaar. We zouden eigenlijk nog helemaal niet toe moeten zijn aan het vervangen van schoolbestuur. Maar ik nodig u uit om eens te kijken hoe sommige school... Of sorry, schoolbesturen, ja, die moeten soms ook vervangen worden. Maar dat is een heel andere kwestie. Laat ik me hier niet over uit. Excuus, onderwijshuisvesting. Ja, nou ben ik van mijn apropos. Ik wou zeggen dat... dus we zouden eigenlijk nog niet eens aan toe moeten zijn. U zegt van, je kunt dan reflecteren wat voor soort bestuur er lokaal bestuur er gezeten heeft. Maar het heeft ook te maken met wat inderdaad destijds normen waren, maar ook wel hoe er gebouwd werd. Wij zien heel duidelijk aan de scholen zeg maar, die tussen 1975 en 1990 gebouwd zijn. Nou, het is rommel. Het is materiaal wat gewoon niet voldoet. En wat dus gewoon echt allang niet meer van deze tijd is. De hoogte is niet goed. Ja, daardoor kun je ook weer geen kanalen, luchtkanalen in enzovoort. Dus de problematiek op de werkvloer is gewoon echt veel groter dan, ja, dan dat je hoopt zeg maar, dat het zou zijn volgens de regels zoals die vastgesteld zijn. Dank u wel, mevrouw Broekhuis. Afsluitend. Korte toevoeging nog. Een paar jaar geleden verhoogde de VNG de normvergoeding met 40%. Op dat moment werd ik geïnterviewd door de NOS. Toen werkte ik nog bij het schoolbestuur. En zei, nou, wat fijn, de normvergoeding is verhoogd. Ze zei, ja, met 40%, maar we hebben 60% nodig. Dat was een paar jaar geleden. En de VNG heeft destijds de normvergoeding verhoogd. Maar de vergoeding die het Rijk aan gemeentes geeft, is niet verhoogd. Maar de eisen, die worden alsmaar hoger. Daar zit de essentie van het probleem. Dank u wel, begrepen. Mevrouw van Gelder, hoort u me nu wel? Ach, maar misschien horen wij u wel. Begin eens met praten. Oh, dat kan ze niet horen. Dat was een test. Ja, het spijt me. Ik wil graag u het afsluitende woord geven, maar dat gaat dan niet. Ik kijk even iemand op de tribune. Wilt u dat misschien... Ik zie u zijn, maar... Nee, ik vond het wel. Ja, wij vinden het allemaal naverraders. Ik ook niet, maar dan moet het op schrift. Sorry, mevrouw van Gelder, maar dan schors ik de vergadering voor een kwartier... en dan wisselen we van setting. Tot zo. You are the only participant in the conference.
Dames en heren, welkom. Ik heropen de vergadering van de vaste commissie voor OCMW voor het ronde tafelgesprek over onderwijshuisvesting en ventilatie. We zijn toegekomen aan het tweede blokje. Het blokje van de betrokken organisaties. En we hebben vier sprekers. Eén heeft zich helaas wegens omstandigheden moeten afmelden. Maar vier sprekers. De heer Freddy Wijma van de PO-raad. Mevrouw Ingrid de Bond van de VO-raad. Marco van Zandwijk van Ruimte OK. Wouter Wijma van Binnenklimaat Nederland. Ik stel voor, jullie hebben gezien hoe het in het vorige rondje gaat. Het gaat nou wellicht hetzelfde. Ik geef jullie allemaal kort het woord en daarna in blokjes gaan we gewoon het gesprek aan. Nou, dan geef ik als eerste maar het woord aan u, meneer Wijma. Ja, dank u wel, voorzitter. En geachte leden van de Kamer en ook gewaardeerde collega's aan tafel en in de zaal. Dank dat ik namens het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs vandaag iets mag zeggen over de kwaliteit van de gebouwen waarin wij onze jonge kinderen lesgeven. En die kwaliteit is ondermaats. Ik kwam in de vorige ronde langs en ik moet toch gewoon zeggen zoals het is. In het bouwjargon spreekt men van gezonde gebouwen, ongezonde gebouwen, ofwel sick buildings. En helaas, veel schoolgebouwen op dit moment verdienen het stempel ongezond. Ongezond voor onze kinderen en voor onze leraren. En dames en heren, laat ik gelijk aan het begin van mijn betoog benadrukken dat dit veel verder gaat dan alleen ventilatie en CO2-meters. Het gaat om fundamenteel verouderde gebouwen die een belemmering vormen voor de onderwijskwaliteit. En wat is er dan wel nodig? Om in het bouwjargon te blijven, wil ik graag mijn toekomstdroom van het gezonde schoolgebouw met u delen. Het gezonde schoolgebouw is een gebouw dat echt bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Van alle kinderen. Een gebouw met veel daglicht, gezonde lucht, prettige temperatuur, goede akoestiek, veel groen. Dat ingericht is om veel te bewegen, gezond te eten. Een gebouw waarin wij passend onderwijs kunnen bieden en dat toegankelijk is voor ieder kind. Waarbij de gangen niet te smal zijn en de ruimte in de klas niet te beperkt. Een gebouw waar ruimtes zijn voor één-op-één momenten met leerlingen of werken in kleine groepjes. Waarbij een leerkracht niet met een leerling op de gang hoeft te zitten om iets uit te leggen of om even gast terug te nemen. Kortom, een gebouw dat bijdraagt aan de best mogelijke start van kinderen en de kwaliteit van onderwijs in plaats van een gebouw waar men genoodzaakt maar het beste van maakt. Maar helaas is dit voorlopig nog een toekomstdroom. Want op dit moment, en het kwam ook in de vorige ronde al langs, zijn onze gebouwen sterk verouderd. 80% van de scholen is het binnenklimaat niet op orde. 'S Winters te koud, zomers te warm. Te weinig daglicht. Te weinig frisse lucht. De gebouwen zijn niet arbo-proof. Niet geschikt voor modernere vormen van onderwijs. Een tal van gebouwen hebben klimaatlabel G. En dat is toch wel een beetje beschamend. Daarnaast worden verdere ontwikkelingen van integrale kindcentra, rijke schooldagen, belemmerd door gebrek aan middelen en mogelijkheden. En het staat ons doel om te komen tot meer kansengelijkheid en inclusiever onderwijs in de weg. Ik wil dan ook uw Kamer en via uw Kamer de minister oproepen om deze kabinetsperiode nog te zoeken naar financiële ruimte om een start te maken met gezonde en goede schoolgebouwen. Te beginnen met die droom. En om een actieplan te ontwikkelen om hier in de volgende kabinetsperiode volop in te zetten. Helaas staat in het regeerakkoord niets over onderwijshuisvesting, maar het is ook met oog op de forse investeringen die wel worden gedaan, essentieel dat onderwijshuisvesting ook nu al prominent op de agenda komt te staan. Dat de kwaliteit van onze gebouwen niet op orde is, weten we allemaal. Dat hebben we zo net ook weer gezien. Politici, schoolleiders, leraren, ondersteuners, de schoolorganisaties, de gemeenten. Maar we zijn afwachtend met z'n allen, terwijl de teller loopt. Het probleem wordt namelijk steeds groter. Het tempo waarin schoolgebouwen vervangen worden, neemt af. En het zal nog lastiger worden nu het steeds duurder wordt om te bouwen. En er steeds meer gebrek is aan mensen en aan materieel. Nog even een paar cijfers. In het IBO-rapport is becijferd dat de overheid jaarlijks 730 miljoen euro te weinig investeert. En dat zijn cijfers uit 2019. Sindsdien zijn die bedragen natuurlijk weer gestegen. Er zijn heel veel rapporten. Al in 2012 was bijvoorbeeld de Rekenkamer al kritisch over de kwaliteit van gebouwen. En Berenschot en McKinsey hebben bevestigd dat schoolbesturen 15% meer uitgeven aan schoolgebouwen dan ze van het Rijk ontvangen.
En ter illustratie, de bekostiging van schoolgebouwen houdt qua ventilatie, als je kijkt naar de normen, alleen rekening met het onderhoud van het ventilatortje in de wc. Want dat hadden we in de jaren 80 wel al geregeld. Beste mensen, het verhaal raakt natuurlijk ook aan corona. We zijn blij dat het kabinet 140 miljoen euro beschikbaar stelt om de problemen, die maatregelregeling, te tackelen in de gebouwen waar de problemen het grootst zijn. Maar laten we ons hier niet op blind staren. In veel gebouwen is nieuwe ventilatie zoiets als een airco plaatsen in een afgekeurde auto en hopen dat die door de APK komt. Dus als PO-raad hebben we de laatste 10 jaar hebben we een grote stap gemaakt. We kunnen samen met onze leden meer transparantie bieden als het gaat over de staat van onze gebouwen en samen met de gemeente. We zijn bereid om aan de slag te gaan. We willen ook zelf meer met standaardisatie bijvoorbeeld. Meer samenwerking tussen besturen. Maar we lopen ook tegen beleid aan. Bijvoorbeeld investeren in huisvesting is voor ons op dit moment nog verboden. Goed onderwijs verzorgen is onze kernzaak. Daar ligt en hoort onze focus. Maar een goed functionerend schoolgebouw is een belangrijke voorwaarde voor het bieden van goed onderwijs. Als de onderwijshuisvesting niet op orde is, hebben leerlingen en leraren daar last van. We hopen dan ook dat we op uw steun mogen rekenen. En ik dank u voor uw tijd. En ik dank u voor uw gloedvolle betoog, meneer Wijma. Dan geef ik het woord aan mevrouw De Bont van de VO-raad. Ja, hartelijk dank, voorzitter. Meneer Wijma, wilt u nog even op het knopje duwen, dan gaat hij uit. Ja. Ja, hartelijk dank, voorzitter. En hartelijk dank ook aan de Kamerleden dat we vandaag met elkaar kunnen spreken over een belanghebbend en urgent onderwerp. En ik zal dat graag doen namens de hele sector van het voortgezet onderwijs. Het is al een paar keer gezegd en ik kan het niet anders dan beamen. Goede en duurzame onderwijshuisvesting is cruciaal voor goed onderwijs. Schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en te werken als medewerker leidt aantoonbaar tot een hoger leerrendement en ook minder ziekteverzuim. Alleen, momenteel staat de vervanging en de renovatie van schoolgebouwen nagenoeg stil. En dat is daarmee dus een zeer ernstig probleem. Er dient dan ook fors geïnvesteerd te worden. Verantwoordelijkheden dienen helder te worden belegd en ieder moet daarin zijn rol pakken. Alleen dan kan verder worden gebouwd aan goed onderwijs voor alle kinderen. En ik wil dat wat nader toelichten op de genoemde onderwerpen. Om te beginnen, de scholen zijn verouderd. Onderzoek van McKinsey naar de toereikendheid van de bekostiging in het onderwijs laat zien dat er sprake is van een flinke onderinvestering in onderhuisvesting door de overheid. De prijzen stegen de laatste tijd al flink, maar de laatste maanden is de situatie nog veel ernstiger geworden. In het position paper dat we hebben ingediend geven we een voorbeeld waar we het hebben over percentages die richting de 30% gaan in 1 jaar tijd. Wie waar verantwoordelijk voor is in dit hele vraagstuk is lang niet altijd helder. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding en tijdelijke huisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie en de onderhoud van het schoolgebouw. Maar grote ingrepen en renovaties vormen een grijs gebied waar de verantwoordelijkheid lang niet altijd duidelijk is. Het gevolg hiervan is een impasse tussen schoolbesturen en gemeenten en een trage of vertraagde vernieuwing van schoolgebouwen. Een gemiddeld schoolgebouw is 40 jaar oud en wordt pas na 69 jaar vervangen. Nieuwbouw komt daarbij pas aan de orde als een gebouw technisch gezien niet meer voldoet. Maar zover komt het vaak niet, omdat een schoolbestuur verplicht is het schoolgebouw goed in stand te houden. De conclusie is dat het Rijk moet zorgen voor realistische bekostiging en de verantwoordelijkheden helder moeten worden belegd, waardoor de vernieuwingscyclus weer kan worden teruggebracht naar 40 jaar. Voor scholen is het belangrijk dat het gebouw ten dienste staat aan de onderwijsvisie. Minstens 44% van de scholen is, gezien het ontwerp van het gebouw, eigenlijk alleen geschikt voor klassikaal onderwijs en daarmee niet voor andere en vernieuwende onderwijsconcepten. Passend en inclusief onderwijs, ontwikkelingen vanuit de maatschappij, vragen iets van onze schoolgebouwen. Op dit moment is het met de bestaande schoolgebouwen bijzonder moeilijk om een goede invulling hieraan te geven. De indeling en de toegankelijkheid van schoolgebouwen, maar ook het aantal vierkante meters, zijn niet berekend op het adequaat ondersteunen van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs. Laat ik het dan nog even hebben over het binnenmilieu. De afgelopen jaren is er terecht veel aandacht geweest voor de ventilatie op scholen. In veel schoolgebouwen is het binnenklimaat, en dan hebben we het over veel meer, namelijk over de luchtkwaliteit, de temperatuur, de akoestiek en de daglichttoetraining onder de maat, waardoor het een onprettige en een ongezonde leer- en werkomgeving is, dus zowel voor leerlingen als voor het onderwijspersoneel. En dat resulteert in een lager leerrendement en een hoger ziekteverzuim, allebei zeer ongewenste situaties.
De benodigde investeringen in het binnenklimaat zouden vooral gedaan moeten worden als onderdeel van een integrale aanpak. Je kunt de zaken niet afzonderlijk benaderen. En dan tenslotte de duurzaamheid. Duurzame schoolgebouwen zijn nodig zowel voor goed onderwijs als om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord te voldoen. De huidige energieprestaties van schoolgebouwen voldoen uitdrukkelijk niet aan die eisen. En dat werd net ook al door mijn buurman aangereformeerd. 31% maar liefst van onze schoolgebouwen komen niet verder dan energielabel G. Ter vergelijking, dat is toch altijd als referentie van belang, gewone kantoorgebouwen komen vaak uit op label C of beter. En dat is toch een discrepantie die we niet willen laten bestaan. Kortom, we hebben te maken met een complex en met een urgent vraagstuk. En dat vergt een integrale benadering. En nu beginnen. Met dank. U ook met dank. En als u ook nog even op de knop wil drukken, dan kan meneer Van Zandwijk het woord. En dan gaat de Kamer ook naar hem. Aan u het woord, meneer Van Zandwijk. Dank u wel, voorzitter. Marco van Zandwijk, als expert werkzaam voor het kenniscentrum Ruimte OK. En voor wie dat niet kent, wij dragen vanuit onze inhoudelijke expertise op het gebied van huisvesting en exploitatie waar nodig bij aan de integrale benadering van de opgaven die er op de onderwijshuisvesting spelen. Onze rol is daarbij een uitvoerende kennisorganisatie. Het is aan de ministeriesectorale VNG zelf om natuurlijk om het beleid te maken samen met de dames en heren in de Tweede Kamer. Als het aan ons ook de vraag die ons werd aangegeven, wat willen we nou meegeven voor deze Tweede Kamercommissie? Eigenlijk is er al heel veel gezegd en eigenlijk ligt letterlijk alles ook wel op tafel. Ik bedoel, ik wil nog even een herinnering roepen. U bent als Kamer ook al eerder geïnformeerd vanuit de Algemene Rekenkamer in 2016, in 2009 door de Rijksbouwmeester. Er zijn talloze rapporten die eigenlijk elke keer wel hetzelfde duiden. Het IBO is daar een hele goede samenvatting van. En wat wij eigenlijk steeds zien is van laat nou de sectorraden en ministeries tot een gezamenlijke programmatische aanpak komen. Zoals eigenlijk de heer Van Vliet hier in de vorige ronde, eerste ronde, al dat naar voren bracht. Zorg samen voor duidelijkheid op de langere termijn. Het werkveld, en dan kijk ik zo even naar de vraagzijde, dat zijn de schoolbestuurde gemeenten, als ook de aanbodzijde. Er zit een partij ook naast me die daar denk ik ongetwijfeld straks over iets wil zeggen, heeft daar behoefte aan. Er is voldoende discussie geweest over wat er moet gebeuren. Het is nu vooral de vraag wat nodig is om dat goed georganiseerd te krijgen. Wat kunnen we leren om al die opgaven die er spelen, en ik zal er zo nog een paar noemen, gecombineerd aan te pakken. En wat kunnen we ook leren van aanpakken die wellicht in Nederland heel hebben plaatsgevonden op die schaal, of in andere landen, Europa of daarbuiten. Breng opgaven als de verbetering van de kwaliteit van onderwijs, huisvesting, de energietransitie en de ventilatieopgave, maar ook de Rijkelijke Schooldag, breng die samen. Alles vraagt om een integrale visie op beleid met respect voor ieders rol. En op dit moment wordt er vooral wat wij zien nog te weinig nagedacht over de samenhang van opgaven die er op het gebied van de onderwijshuisvesting liggen. En denk dan even aan ventilatie, het klimaat. Ik noem hem wel even, die is nog misschien nog te weinig benadrukt, net al wel van het energielabel, maar de klimaatopgave is veel breder. U heeft zelf als vanuit het klimaatakkoord gevraagd dat de sectoren met een sectorale routekaart moeten komen. Dat heeft deze sector ook gedaan samen met gemeenten. En daar ligt een hele duidelijke opgave, ook richting 2030 en 2050, om de complete gebouwde omgeving, dus zo'n 10.000 gebouwen, toch energie-neutraal van het gas af, alles wat daarbij komt kijken. En dat is een enorme operatie, ook voor deze sector. Maar daarnaast de vervangingsopgave waar al heel veel over gesproken is. Denk ook even aan de kansengelijkheid, krimp, kindcentra, jeugdzorg, toegankelijkheid, circulaire economie. Er komen heel veel zaken samen die het IBO eigenlijk allemaal aantipt. En dan blijft dus ook de vraag, hoe gaan we die opgave die er nu ligt ook daadwerkelijk met elkaar organiseren? En dat is verder dan alleen maar de financieringsvraag. In de vorige ronde werd het ook duidelijk, het is een kennisvraag. Het is ook vooral een organisatievraagstuk. En daar is het nog wel in het zoeken van, ja, hoe gaan jullie nou, of gaan we met elkaar, alle partijen die op dat dossier zitten, tempo maken? En dat is vooral toch aan u, aan de besluitvormers, om daar stappen met elkaar in te zetten. De opgave, ook de vorige minister heeft in zijn beleidsbrief, daar is heeft u ons gevraagd daar eens naar te kijken, de reactie te geven. De vorige minister heeft ook aangegeven, gesignaleerd en erkend dat de opgave groot, divers is en bijzonder nijpend is en om aanvullende investeringen gaat vragen. Die aanpak van de verouderde voorraad, hij is al genoemd. Wat wij zien vanuit onze kennisactiviteit op het gebied van de ventilatie optimaliseren op scholen, maar ook de verduurzamingsopgave bij gemeenten en de schoolgebouwen, is dat wij zien dat alles blijft incidenteel, alles blijft individueel. Dus er blijft een soort N-is-1-aanpak.
En dat is heel erg de vraag, moet je op die maatregelniveau blijven denken of moet je meer naar een structurele, programmatische aanpak waar langs je deze opgave in versnelling kan brengen? Dan zou je dus moeten kijken naar de manieren waarop je die versnelling kan realiseren. Dat vraagt een integrale benadering. Er is ook wel het woord standaardisering gevallen. Wij willen er wel bij benadrukken dat je niet alleen maar moet denken in standaardisering, maar dat het echt een kwestie is. Dat is in de vorige ronde ook aan bod gekomen. Het is en. Je moet op al die facetten willen spelen. En wij begrijpen dat dat goed samenspel, die gezamenlijke visie op de langere termijn, dat is cruciaal. En hoe gaan we daar met elkaar werk van maken? Daar wou ik het in de eerste termijn bij laten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Zandwijk. Dan is het woord aan meneer Wouter Wijmer van Binnenklimaat Nederland. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte commissieleden. Uiteraard bedankt voor de uitnodiging. Zoals u al hoorde, ik ben Wouter Wijmer, voorzitter van Binnenklimaat Nederland. De branchevereniging van fabrikanten, leveranciers en dienstverleners binnen de binnenklimaattechnologie. Wij hebben een missie. En onze missie is het binnenklimaat te bevorderen overal waar mensen wonen, werken en uiteraard leren. Dat is ook los van de corona van groot belang voor de volksgezondheid. Ik ga het iets meer inkaderen. Ik kijk meer op korte termijn richting het binnenklimaat. En zeker ook het SUVIS, even wat daar allemaal gebeurt. En ik zou dan eigenlijk willen zeggen, voor de aanpak van scholen doen wij drie belangrijke aanbevelingen. De eerste daarvan is, zorg voor kwalitatief goede CO2-meters in ieder klaslokaal. Dat is in februari al aangekondigd en nog steeds niet gelukt. En je kan pas effectief beleid voeren als je echt een volledig beeld hebt. Maak nu een plan van aanpak en niet pas in het najaar. Zorg ervoor dat die meters worden gebruikt voor controle en monitoring van de CO2-waarde, zodat je ook daadwerkelijk kan zien welke scholen wel en niet voldoen op dit moment. In tegenstelling tot andere geluiden in de markt, onze sector kan makkelijk voldoende kwalitatief goede meters leveren voor alle klaslokalen, mits dit goed gecoördineerd wordt. En ik praat hier over 100.000 stuks per maand. Die kunnen gewoon geleverd worden. Ten tweede, stel de resterende uitdaging vast en pak daar door met een planmatig aanpak. Volgens de minister wordt 16% van de scholen onvoldoende geventileerd. Nou, dit is volgens ons een rooskleurig beeld en dit is onjuist en onvoldoende gemeten. Wanneer CO2-meters uitrolt in alle klaslokalen, zal snel duidelijk worden dat het werkelijk probleem veel groter is. Dat los je niet op in de schoolvakanties. Daarvoor is er onvoldoende capaciteit en kampt de branche met materiaaltekorten. Wat ook al eerder gezegd is, ook nog eens een keer prijsverhogingen daardoor. Een planmatig aanpak van de overheid is daarom echt aan te bevelen. Als derde, zorg voor kwaliteitseisen, onderhouds, maar ook prestatiecontracten. Een soortgelijke regeling zoals de SUVIS werd in 2011 ingesteld. Pantaya evalueerde deze regeling en was zeer kritisch. Het geld ging door gebrek aan normen en naar gelukszoekers en adviseurs. Dus niet naar de klaslokalen zelf en naar de leerlingen die graag een beter en een gezond klaslokaal wilden hebben. Stel daarom kwaliteitseisen aan de subsidie en koppel dat aan onderhouds- of prestatiecontracten. Er is al heel veel gezegd over heel veel oude gebouwen. Ook hier geldt, bij oude gebouwen liggen renovaties van het gebouw meer voor de hand. Soms is het beter om naar de hele situatie te kijken. Dus naast ventileren ook naar koelen, verwarmen, geluid en daglicht. Hetgeen duidelijk omschreven staat in het programma van IJzer Frisse Scholen. Alleen dat is een richtlijn. Wij zouden het zeer op prijs stellen als dat regelgeving zou worden. Voorzitter, ik zal het afronden. Wij zijn ervan overtuigd dat versnelling noodzakelijk en mogelijk is. We helpen daar graag bij. Regie vanuit de overheid en wellicht handhaving is wel nodig om dat in de praktijk mogelijk te maken. Dank u. Dank u. En dan komen we aan de zijde van de Kamer voor een blokje vragen. Ik heb er zelf alvast één. Gewoon, ik ben maar even onfatsoenlijk. Maar die vragen zijn eigenlijk de volgende. Ik heb van twee mensen... Wilt u even op een knopje drukken, meneer, alstublieft? Van twee mensen nu gehoord dat beter binnenklimaat zorgt voor lager ziekteverzuim. En ik wil eigenlijk dat, het klinkt misschien logisch, maar als ik aantoonbaar zou kunnen maken als schoolbestuurder van kijk, maar dat scheelt mij 4% ziekteverzuim, dan is dat voor heel Nederland, scheelt dat zo ongelooflijk veel geld dat mijn probleem in ieder geval een heel klein een stuk kleiner zou kunnen worden, vermoedelijk. Zou mevrouw, u zei het letterlijk, mevrouw De Bond, misschien zou u daar, heeft u daar cijfers van of kunt u dat aantonen dat het dat verzuim echt omlaag gaat met dat binnenklimaat? Of kunnen we daar iets verstandigs verder over zeggen? U het woord.
Ik denk ook dat aan de rechterzijde hier straks graag op gereageerd zal worden. Maar laat ik beginnen met een reactie. Of ik het tot achter de komma kan uitrekenen, dat zal me niet meevallen. Dus ik begrijp dat u dat graag zou willen. Maar dat is natuurlijk wel heel moeilijk, omdat er altijd verschillende onderliggende problematieken zijn als het gaat om verzuim. Maar dat een belangrijke invloed wordt uitgeoefend door een ongezond binnenklimaat, mogen duidelijk zijn. En alles wat wij kunnen doen om in het belang van onze medewerkers, overigens ook in het belang van de leerlingen, de situatie beter te krijgen, waardoor in ieder geval om deze reden verzuim niet wordt bevorderd, is een belangrijke reden om hier in actie te komen. Als het gaat om getallen, kijk ik ook even naar mijn buurman ter rechterzijde. Ja, ik wil hier graag natuurlijk aan toevoegen. Er is al lang geleden, ruim 10 jaar geleden, door TNO hier een rapportage over verschenen. Daar is heel nadrukkelijk gekeken naar de prestaties van de leerlingen. Dat als er een goed binnenklimaat is, kan dat tot 25% oplopen. Maar ook het ziekteverzuim gaat tot 10-15% naar beneden. Ik kan het ook in de praktijk, dus scholen die wij voorzien hebben van goede ventilatie en een goed binnenklimaat, is ook duidelijk gebleken, en die terugkoppeling hebben we ook gekregen, dat daar aanzienlijk bezuinigd kan worden doordat de ziekteverzuim naar beneden gaat. Dus niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij de leraren. Akkoord, dank u wel. Ik kijk naar meneer Vermeijden. Ik heb 2 vragen, mag dat? Mij wel. Ja. Allereerst hartelijk dank voor uw bijdrage. De eerste gaat over, dat zegt zowel de heer Wijma als mevrouw de Bond namens beide raden. Er moet een heldere verantwoordingsverdeling komen. En mijn vraag is dan, hoe ziet die eruit? Want dat lees ik niet in uw stuk. En we hebben ook in de vorige sessie al wat geëxorceerd over nou ja, met name het vage middengebied, al dan niet oormerken, dat vind ik daar ook wel onderdeel van. Wellicht kunt u daar op ingaan. En mijn tweede vraag is, die komt eigenlijk van u allemaal, maar meneer Van Zandwijk die zei het meest expliciet. Er moet een integrale benadering, een integraal plan vanuit het Rijk komen. En mijn vraag is hoe dat zich nu verhoudt met die verantwoordingsverdeling. Hoe zou dat er dan ongeveer uit moeten zien? Wat verwacht u precies van het Rijk? En dan geld begrijp ik, maar wat dan nog meer? Ja, dank u wel, meneer Van Menen. Dit biedt eigenlijk de kans om nog een keer het wetsvoorstel over dit onderwerp aan te prijzen. Waarvan wij hopen dat de Kamer dat gaat aannemen. Omdat daar juist elementen in zitten die zullen helpen bij die rolverdeling. Hè. In de vorige ronde is al uitvoerig ingegaan op die integrale huisvestingsplannen. Hè, dat je daar ook goed in af kan spreken wie wat doet. Die krijgen dan ook een wettelijke basis. Dat is op dit moment niet het geval. Een ander punt is dat er dus nu eigenlijk heel weinig ruimte om aan renovatie te doen. Het is eigenlijk of onderhoud of nieuwbouw. En ook heel weinig ruimte voor scholen om daaraan bij te dragen. Zelfs als ze over de benodigde reserves beschikken. Dat nieuwe wetsvoorstel biedt daar meer ruimte voor. Ik denk dat dat enorm gaat helpen. En ook dat je geen investeringsverbod hebt, zoals je nu hebt, voor scholen. De scholen ook daadwerkelijk bij kunnen dragen aan betere gebouwen. Meer dan nu het geval is. Als je kijkt naar het onderhoud zelf, dat is eigenlijk heel behoorlijk gegaan de afgelopen jaren. Misschien ook wel een van de verklaringen dat daardoor meer geld aan materiële instandhouding is uitgegeven dan er qua bekostiging voor zou staan. Dus naast dat wij denken dat er substantieel structureel meer middelen nodig zijn voor die huisvesting, zal dat wetsvoorstel, dat helpt ook in die verantwoordelijkheidsverdeling, daar een bijdrage aan leveren. Ja, ik kan daarop aanvullen en inderdaad ook in het vorige gesprek is dit uitgebreid aan de orde geweest, waarbij overigens behartenswaardige woorden werden gesproken door de heer Van Vliet. Als het gaat om de rolverdeling, als het gaat om de positie van het Rijk, dan inderdaad het stellen van de juiste kaders en het daarbij leveren van adequate financiering, dat mogen duidelijk zijn. Als het gaat om afspraken, vooral tussen ook gemeenten en schoolbesturen, dan gaat het in de nieuwe wetgeving ook te verplichten IAP een belangrijke rol spelen, omdat dat het kader is waarbinnen die afspraken met elkaar kunt maken. En bovenal geldt dat voor al deze zaken de juiste en juiste hoeveelheid middelen moeten worden geleverd. Maar één vervolgvraagje opstellen. Zeker.
Je zou ook nog een veel helderder rolverdeling kunnen maken. Namelijk bijvoorbeeld, je zegt, alles gaat naar de gemeente. De gemeenten worden verantwoordelijk. Wat vindt u daarvan? Of de schoolbesturen, kan ook. Ja, er zijn best wel wat argumenten voor te verzinnen aan beide kanten. Maar we kijken ook wel even heel erg pragmatisch. En we zien dat het nu een acuut probleem is. Als we nu met elkaar eerst een hele discussie aangaan over een stelselwijziging. Of het moet helemaal naar gemeenten of helemaal naar scholen. Zoals in andere onderwijssectoren geregeld is. Dat kost ontzettend veel tijd, ontzettend veel discussie. En ondertussen gebeurt er niks aan die gebouwen. Dus wij zeggen, pak deze wet op. Die gaat enorm helpen. En begin daarnaast met de aanpak van de slechte gebouwen. Meneer Van Zandwijk. Ja, ik wilde reageren op de tweede vraag van de heer Van Meenen. Dat gaat over die integrale benadering. En volgens mij zijn daar ook in de vorige ronde al wat eerste suggesties voor gedaan. Volgens mij spreken de sectorraden VG over een soort 1000-plus aanpak. We laten nou eerst eens die 1000 slechtste gebouwen gaan aanpakken. Het is niet aan ons of aan mij te zeggen hoe dat. En u geeft zelf aan, we moeten rijken terugpakken. Volgens mij is dat even in samenspraak met alle partijen. Maar volgens mij moet je denken, we hebben toevallig één voorbeeld in ons eigen land waar echt een beetje sprake is van een programmatische aanpak. Dat is het scholenprogramma in Groningen. Daar was de urgentie heel erg groot. Daar is het de partijen gelukt, 11 gemeenten, let op, 11 gemeenten... voor zo'n 101 schoolgebouwen, om in 5 jaar tijd de complete voorraad, het complete scholenbestand te vervangen. En dat is gelukt door gewoon daar centrale regie, maar wel vanuit de gemeente en schoolbestuur op te zetten. En ook daarvan is wel te leren, want dat is nog wel steeds een soort individuele projectaanpak van project voor project voor project. Maar dat is wel een project wat men heeft laten zien, als het echt moet, als er geld bij elkaar komt, op een andere manier naar de opgave gekeken gaat worden, kunnen we zelfs binnen de huidige systemen al dingen aanpakken. Landen om ons heen laten ook zien dat je daar nog een slag in kan maken, waardoor je ook met minder geld toch ook hetzelfde tempo kan halen. Maar dat vraagt wel van op welke manier wil je het samenspel met elkaar organiseren? Ja, daar kan je maar daar het gesprek over gaan voeren. Volgens mij moet je het daar met elkaar over gaan hebben. En volgens mij begint het met de essentie, jongens, wat de minister ook heeft gezegd, we erkennen het probleem. Er ligt een vervangingsopgave en die is nou vele malen groter dan alleen dat aspect ventilatie. Maar het kan niet zo zijn dat alleen de overheid over de brug moet komen. Volgens mij moeten ook gemeenten en schoolbestuur, en dat kunnen ze volgens mij hartstikke goed, zelf ook met een plan komen. Hoe gaan we dat doen en via welke weg? Mevrouw de Bond. Ja, daar zou ik nog graag op aanvullen, want aan ter linkerzijde pleit de buurman voor haast. En dus niet voor nu een eerst stelselwijziging en dan pas de boel aanpakken. En ter rechterzijde wordt terecht verwezen naar het 1000-plus verhaal. De urgentie is nu, de aanpak moet ook nu geboden worden. We weten donders goed welke gebouwen wat dat betreft als eerste moeten worden aangepakt. Dus in dat opzicht laten we ons niet verliezen, ofwel in een stelselwijziging op dit moment, ofwel in overanalyse. Hè, want dat risico geldt ook altijd als je echt een totaalbeeld wil krijgen. We weten waar we moeten beginnen. En laten we dat dan ook doen. Ik wil nog één aanvulling geven naar aanleiding van het voorbeeld uit Groningen, dat natuurlijk zeer aansprekend is. Het is ook meteen een uniek voorbeeld, want dat had heel erg te maken met de daar ontstaande acute situatie door de aardbeving. Dat is eigenlijk de enige plek waar onder de huidige, onder de vigerende wet en regelgeving, nieuwbouw op die manier mogelijk is. En met de nieuwe wetgeving, hè, zoals in het wetsvoorstel vervat, zou dat ook op andere gebieden kunnen. En kan je die urgentie, je laat dus zien dat het mogelijk is, kan die urgentie daar ook voor zich doen spreken? Dank u wel. Mevrouw Pauw, heeft u een aanvullende vraag of een andere vraag? Dank u, voorzitter. Ik geef hem graag straks aan de heer Van Meenen. Ik ben een beetje aan het filosoferen, omdat een aantal van de vragen die ik had, die heb ik in de vorige sessie al gesteld. En ik krijg in die zin bevestiging van wat we ook eerder hoorden. Nou ja, zoals ik eerder ook zei, dat is aan de ene kant fijn en aan de andere kant wordt de uitdaging. Nou ja, het is een uitdaging. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of u nog suggesties voor ons als Kamerleden hebt, hoe wij de minister hier verder in mee kunnen krijgen. Want ik bedoel ook voor hem, hij is een intelligente man, hij ziet dat probleem ook heus wel. Maar het is altijd, dat weet u net zo goed als ik, het is kiezen in schaarste. Er liggen heel veel uitdagingen. Daarmee wil ik dit niet bagatelliseren. Maar als we kijken naar wat er allemaal voor ligt op dit moment, dan is dat huge. Dus nou ja, als u ons nog van argumenten kunt voorzien, dan hou ik me aanbevolen. Dank u wel. Meneer Van Meenen stelt even voor om dit deel besloten te doen. Maar
Dat was een grapje, dus dat kan ik u geruststellen. Mag ik... ik zie dat meneer Wijma aan antwoord op. Ja, ik kan wel een ander mooi voorbeeld geven. Dat is in Amsterdam. Daar zijn ze 6 jaar geleden begonnen met Gezonde Scholen Amsterdam. En dat is een project waar ze eigenlijk stelselmatig... alle primaire onderwijsscholen hebben aangepakt. En voorzien van een gezond binnenklimaat. Daar zaten ook heel veel oude gebouwen bij waar echt problemen ontstonden. Dus je kon niet altijd, als ik kijk naar het programma van Eisen van Frisse Scholen... aan Bevel doen, wat eigenlijk wel de doelstelling was. Maar daar is volgens mij inmiddels de hele lagere scholen zijn inmiddels voorzien. En we zijn nu begonnen met het voortgezet onderwijs. Dus ik denk dat als de minister daarmee zou kijken... dat daar gegarandeerd veel van geleerd kan worden. Mevrouw de Bond. Ja, ik heb de goede hoop dat de minister niet al te zeer hoeft overtuigd te worden van de urgentie van het probleem. De geluiden die wij horen is dat hij zich dat terdege bewust is. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook hier weer te benadrukken dat we geen tijd hoeven te voldoen aan analyseren waar de problemen liggen. Ja, wat ik net ook zei, dat is genoegzaam bekend. En dat we misschien ook moeten nadenken over wat een passende startimpuls zou kunnen zijn om inderdaad met, ik noemde het net, 1000+ gebouwen nu daadwerkelijk een start te gaan maken. Aanvullend op die vraag. Ik ben zelf de afgelopen jaren heel erg steeds meer van de pragmatische aanpak geworden. Van waar is de sector nou echt mee geholpen? En ik denk dat u als Kamerleden wellicht geholpen bent. Dat zult u ongetwijfeld vanuit de eigen politieke partijen doen. Maar misschien kunt u dat ook met de vaste Kamercommissie doen. Breng eens bijvoorbeeld een werkbezoek aan de gemeente Breda. Breng eens een werkbezoek aan bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen. Dat is een gemeente die bijvoorbeeld als een van de eerste gemeenten bijvoorbeeld heeft doorgedecentraliseerd met middelen. In 2008, en die hebben dus al 13 jaar ervaring op de manier waarop geldstromen daar worden gebundeld. En zij lopen ook tegen de vraagstukken aan waar we hier allemaal mee worstelen. En omdat zij dus heel goed inzicht hebben op de opgave van het complete scholenbestand, gaat daar ook het gesprek aan. Ik denk dat u daar ook heel erg op vanuit de praktijk ook weer een goede bevestiging krijgt van waar volgens mij de partijen hier aan tafel ook om vragen. En blijf benaderen dat alle investeringen die we nu in die gebouwen doen, uiteindelijk vanuit een meerjarig perspectief bekeken moeten worden. Want ik deel ook de angst die al is aangegeven, ook aan deze tafel, ook hiervoor. Ja, voorkom dat je nu desinvesteringen gaat doen in gebouwen waar eigenlijk veel meer nodig is. En dat begint toch wel met integrale huisvestingsplannen. Nou, daar is voorbereidende wetgeving, is men mee bezig. Benut dat om toch ook echt meer, dat punt wat in de IBO staat, van meer zicht en prioritering op de opgave krijgen. Dat soort dingen gaan ook zeker helpen om dat op de langere termijn meer in het vizier te krijgen. Dus begin met een aantal dingen die je op korte termijn kan doen. Maar kom vooral, volgens mij had de heer Wijmer dat net ook over, van kom vooral in de komende periode met een plan van hoe je denkt dat je het de jaren daarna echt tot uitvoering kan gaan laten komen. Even op twee punten reageren. De vraag van mevrouw Paul, maar misschien ook even die opmerking over Amsterdam. Inderdaad ook een prachtig voorbeeld, net zoals Groningen. Ook een voorbeeld van een gemeente die bovengemiddeld investeert in huisvesting. En daardoor is er ook veel meer mogelijk dan wanneer je dat niet zou doen. Dus er zit toch ook weer de financiële component achter. Reageerend op mevrouw Paul. En dan ook even terug naar wat we ietsje eerder in de discussie hadden. Wat je ziet is dat goed investeren in duurzame huisvesting, dat een direct effect heeft op onderwijskwaliteit en ook op onderwijspersoneel. Omdat het een positief effect heeft op ziekteverzuim. Als je nou kijkt naar wat de prioriteiten zijn van dit kabinet op het gebied van onderwijsbeleid, zijn er 2 van de 3 hoofdprioriteiten. Het kabinet maakt zich sterk voor onderwijskwaliteit, onderwijskansen voor kinderen en een beter functionerende onderwijsarbeidsmarkt. Dus eigenlijk zou je met betere huisvesting en starten met investeren in huisvesting een hele goede bijdrage kunnen leveren, juist aan die prioriteiten van het regeerakkoord. En het gekke is dat daar dan in dat coalitieakkoord niks over staat. Dus ik zou het op die manier proberen dat gesprek te voeren. Dat je net even iets breder moet trekken, juist om de doelstellingen van deze coalitie dichterbij te brengen. Kijk naar meneer De Hoop, dat klinkt hem als muziek in de oren natuurlijk. Hoe kunnen we de coalitie verder helpen? Maar misschien heeft u een andere vraag, meneer De Hoop.
Nou, ik wil wel even aansluiten op het laatste wat de heer Wijma zei. Want je wilt dat op elke plek waar een leraar lesgeeft, dat het gezond is en dat het fijn en veilig is. Maar ik kan me ook voorstellen inderdaad op die scholen waar de kwaliteit van het onderwijs helaas net wat minder is. Waar er toch meer ongelijke kansen zijn. Dat je juist extra nog wilt investeren in die onderwijshuisvesting. Omdat het ook het leren bevordert en die gelijke kansen bevordert. Wordt daar ook gekeken naar ongelijk investeren in onderwijshuisvesting, vroeg ik me af. Ja, meneer Wijma. Ik heb geen totaal beeld van heel Nederland. Maar ik durf wel te zeggen dat de situatie hier wel wat anders is als met bijvoorbeeld het leraartekort. Het leraartekort is het ernstigst op plekken waar ook veel kwetsbare leerlingen zijn, in kwetsbare wijken. Er zijn veel gemeenten die bovengemiddeld investeren juist in de huisvesting in die wijken. Ik denk dat Amsterdam daar een voorbeeld van is. Maar ik vind het moeilijk om wat ik hierover zeg, om dat te veralgemeniseren tot een landelijk beeld. Ja, dat laatste geldt ook voor mij. Dat denk ik, dat is ook heel lastig om te doen. En tegelijkertijd in mijn pleidooi heb ik ook duidelijk gemaakt dat het gebouw ten dienste moet staan aan de onderwijsvisie. En in je onderwijsvisie hou je uiteraard ook rekening met de populatie binnen je school, de wijk waarin de school staat, de behoeften van de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Dus in dat verband zie ik gelijk een rechtstreeks verbinding tussen wat nodig is voor de school en wat het gebouw vervolgens ook moet bieden. Twee aanvullende punten waar u me vraagt, waar u naar zou kunnen kijken. In het rapporten voor de staart van het onderwijs heeft de inspectie van het onderwijs ook een rapportage opgeleverd. En er zit toevallig een onderwerp rondom inclusie meegenomen, maar ook het punt van, goh, hoe zit het met de leerlingpopulatie? En kan daar vanuit verdiepend onderzoek wat heeft plaatsgevonden rondom ventilatie op scholen bijvoorbeeld, zitten daar verschillen in? En daar op dat aspect is niet echt een verschil aangetoond. Dus dat is wellicht ook deels een antwoord op deel van uw vraag. Wat we wel zien is dat vaak investeringen in de schoolopgave wel vaak bij steden en bij de middelgrote gemeenten beter een invulling krijgt, omdat bij de echt kleinere gemeenten het echt ontbreekt aan capaciteit en vaak soms maar 6 tot 10 scholen in de gemeente zitten. En daar zie je dat de vervangingsopgave eigenlijk soms wel eens vele malen groter is. Dus dat is wel een beetje verschil tussen stad, platteland, denk ik, waar u zeker wel rekening mee zou kunnen houden. Meneer Van Meen, u had nog een vraag. Ja. Eén vraag nog over dat 1000-plus plan, zeg maar eventjes. Hoe zich dat nou verhoudt tot de integrale huisvestingsplannen? Vraagt dat dan echt om regie vanuit het Rijk om te zeggen, nou ja, leuk dat er integrale huisvestingsplannen zijn, maar we gaan nu eerst die 1000 scholen doen? Dat moet dus voorrang krijgen op gemeentelijk niveau? Of hoe kijkt u daarnaar? Er zijn gelukkig al veel integrale huisvestingsplannen. We hebben op dit moment geen totaalbeeld van welke gemeenten dat wel of niet hebben. Maar uit die huisvestingsplannen blijkt in ieder geval wat daar de meest urgente bouwopgaven zijn. En daar kan je dus sowieso mee beginnen. Dus als je een IHP hebt, dan kan je ook daar beginnen. En dan kan je daarmee ook een begin maken van die 1000 scholenaanpak. Want ook die 1000 scholenaanpak is meerjarig. En je weet dus waar je moet beginnen, waar je kan beginnen. Ja. Dat is dus precies mijn vraag. Is dat 1-op-1 hetzelfde? Ik kan me ook voorstellen dat juist in sommige gemeenten wel een integraal huisvestingsplan is, maar dat dat niet meteen aansluit op de 1000 slechtste scholen. Of zie ik dat verkeerd? En als dat zo is, zou je dan dwingend vanuit het Rijk moeten zeggen, nou ja, alles leuk en aardig, stel geld beschikbaar, maar dan moeten het ook wel echt die 1000 zijn. Of, werkt het andersom dat uit het integraal huisvestingsplan moet blijken wat de 1000 scholen zijn die de hoogste prioriteit hebben? Het kan juist een hefboom zijn om gemeenten die nog geen IHP hebben, dat wordt dus hopelijk straks wettelijk verplicht, maar gemeenten die geen IHP hebben, daar versneld mee aan de slag te laten gaan. Want ze zien dat het leidt tot investeringen, omdat duidelijk is waar de urgentie ligt. Ik snap het punt, maar ik zou het geen goed betwijfelen of dat 1-op-1 hetzelfde is. Dat zeg ik even vanuit mijn eigen ervaring, dat soms bij gemeenten de prioriteit heel anders kan liggen dan bij het slechtste gebouw. Er kunnen hele andere redenen zijn om een school vooraan te zetten in het integraal huisvestingsplan. Ja, maar je weet wel wat de slechtste gebouwen zijn. En daar begint het natuurlijk mee, ook met die kennis. En daar kan je dus mee beginnen. En de gemeenten die het nog niet hebben, die gaan hopelijk daar nog wat sneller mee aan de slag.
Ja, en ook hiervoor geldt, ik hoop niet dat dit een argument is om maar te wachten totdat alle gemeenten een IHP hebben en dan eens een keer te beginnen. Dus daarom geef ik ook dit antwoord. U zet er wel kracht bij. Meneer, mevrouw de Bond. Ja, nee, dit is dus een samenspel tussen gemeente en schoolbesturen om te bepalen om welke 1000 het gaat. Dus ik begrijp inderdaad het eventuele dilemma dat er achter weg komt. Maar in een samenspel is het echt goed mogelijk om die 1000 te bepalen vanuit het IHP. Het samenspel is één. Volgens mij zijn de partijen best wel... kunnen ze die 1000 aanwijzen? Volgens mij is het ook vooral bedoeld als een versnelling. Dus even los van de reguliere taak die ze al hebben. En volgens mij de scholen waar u het wellicht over heeft, die zitten voor mij meer in de reguliere taak. Wat nogal goed is misschien om aan te geven, dat ze ook komende zomer, dus altijd even de vraag van, ja, of wij dat zeg maar richting de Kamercommissie ook zouden moeten sturen. We moeten dat sowieso eerst met ministeries en sectorraden. Maar we hebben... De komende zomer worden er van elke gemeente wordt gekeken van wat is de IRP, wat is daarvan de status, wat is daarvan de investeringsomgave, zodat we straks in ieder geval die foto, dat beeld hebben. We zijn ook met een evaluatie van het scholenprogramma in Groningen, wat net al werd genoemd, daar zijn we bezig in de afronding. Daar hebben we echt alle betrokken stakeholders hebben gevraagd, ja, wat hebben jullie daarna aan geleerd, wat zouden jullie kunnen meegeven als dit voor Nederland op een andere schaalniveau ook een invulling kan geven. Dus dat is allemaal waardevolle informatie waarmee we volgens mij echt weer stappen verder kunnen zetten op dit dossier. Dank u wel. Ik kijk naar de zijde van de Kamer. Geen aanvullende vragen. Dan kijk ik naar uw zijde. Heeft u een uitsmijter? Zegt u nou, als we dit nou nog... De boodschap hoeft niet met iets te gooien, maar echt duidelijk te onderstrepen van... dit moeten we echt kwijt. En als alles gezegd is, dan is alles gezegd natuurlijk. Hap de moe in de nabehandel. Sorry. Meneer De Hoop. Omdat het nadrukkelijk in de positions paper stond van de heer Wijmen en hij het ook nog noemde. Hij zei, wij zouden in principe 100.000 hoogwaardige CO2-meters in 2 maanden kunnen leveren. Maar u zei zo net nadrukkelijk ook, mits dat goed gecoördineerd wordt. Wat is er dan afgelopen jaar misgegaan in de coördinatie tussen u, het ministerie, weet ik het allemaal. En wat zou daar nou in dit jaar, najaar, nog beter in kunnen om dat te realiseren? Nou, wat er misgegaan is in de coördinatie, is dat men op een gegeven moment geroepen heeft van er moeten CO2-meters komen. Het valt onder de SUVIS. Alleen de scholen moesten het voorfinancieren. En daar is op de een of andere manier is daar iets blijven hangen. En hebben een aantal scholen het wel gedaan, maar ook heel veel scholen gewoon absoluut niet. Helder. Ik kijk naar of iemand een nabrander. Is alles gezegd wat gezegd moest worden? Wij maar nog. Nou, ik ben heel blij dat de Kamer zoveel tijd heeft genomen om op dit toch wel hele belangrijke onderwerp in te gaan. Hè. Ook al is het geen prioriteit van de coalitie. Ik hoop dat we duidelijk hebben gemaakt dat het wel heel erg dicht ligt op de thema's die wel prioriteiten zijn van de coalitie. En ja, er is in oktober een algemeen overleg over dit onderwerp. En dat zie ik met nog wat meer vertrouwen tegemoet dan ik toch al deed. En ik hoop op veel creativiteit. Kijken dat we toch ook deze periode al van start kunnen gaan. Het gevoel van urgentie is toegenomen. En wij zijn aan alle kanten bereid, ook samen met de gemeente, dat is ook wel gebleken in de vorige ronde, om u van ideeën te voorzien en mee te denken. Ja, ik zou nog één keer graag de integraliteit van het voorliggende vraagstuk willen benadrukken. Dus het gaat om een combinatie van onderwijskwaliteit, inclusie voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, aandacht voor het binnenklimaat en de duurzaamheid van onze gebouwen. De urgentie is nu en dat handelen moet dus ook nu plaatsvinden. Programmatisch is het toverwoord daarbij. We weten waar we moeten beginnen en ook wij bieden graag onze hulp aan om het een en ander nog nader te versterken in de komende tijd. Dank u, meneer Van Zandwijk. Volgens mij is alles al gezegd. En misschien moet ik soms, stel ik me wel eens voor met de grap. Inmiddels heb ik zelf de leeftijd bereikt dat ik economisch boekhoudkundig afgeschreven moet zijn. Als ik dan de vergelijking met de school maak. Toch geen 60? Dus, 46, maar dan moet je al wel beginnen met je plannen voor daarna. Dus dank je wel. Geen vragen of opmerkingen meer. Meneer Wijma. Ik moet doen me lachen. Ik ben een paar jaartjes ouder, dus ik ben inmiddels wel afgeschreven. Nee, wat ik er wel graag zou kwijt willen is dat we gunnen eigenlijk iedere leerling een gezond binnenklimaat. En we zijn al jaren, en dan meen ik echt jaren ermee bezig, kijk ook maar naar de subsidie in 2011. Voor mij mag er best wel een versnelling in komen. Helder, dank u wel. Ik dank u heel hartelijk, ook de vorige sprekers nog een keer. Dank voor de zijde van de Kamer. En dan en zeker mensen op de publieke tribune en thuis die vol interesse dit hebben gehoord. We hebben ook een...
in Rieden gekregen, daar staan de positions papers in. Op 6 oktober gaan wij in een commissiedebat over onderwijshuisvesting ons hier verder over buigen. En dan zal blijken of we goed hebben opgelet. Ik dank u recht hartelijk en ik sluit de vergadering.